Dit zou kunnen het begin van een derde golf zijn. Maar wij kunnen dit vermijden. Als we nu niet opletten, als we nu de regels zouden lossen, als we ons nu aan de regels niet zouden houden, dan gaat het de verkeerde kant uit. Daar is absoluut geen twijfel aan. Maar ik twijfel er ook niet aan dat we dat niet willen. We hadden de kerstvakantie graag hoopvoller gestart, maar het hoge woord is eruit. De tweede golf is nog niet achter de rug of de derde coronagolf loert al om de hoek. Maar we kunnen die zelf nog tegenhouden. Goedemorgen en toch welkom bij de laatste, de zevende dag van 2020. Veel mensen zijn die hele corona intussen wel hartsgrondig beu en zoeken licht aan het eind van de tunnel. En we hebben ook gemerkt dat u nog met veel vraagtekens zit. Want u mailde ons de voorbije weken honderden vragen voor premier Alexander De Croo. En we gaan een aantal daarvan zo meteen voorleggen aan de premier. Goedemorgen en welkom, meneer De Croo. Goedemorgen. Maar eerst de actualiteit. In Engeland verspreidt zich een nieuwe variant van het coronavirus. Besmettelijker, maar gelukkig, zo ziet het er toch naar uit, niet dodelijker. Gevolg is wel dat Londen en Zuidoost-Engeland vanaf vandaag weer in volledige lockdown gaan. Premier Johnson kondigde dat aan gisteren na crisisberaad. It is with a very heavy heart. I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. In England, those living in tier 4 areas should not mix with anyone outside their own household at Christmas. Residents in those areas must stay at home, apart from limited exemptions set out in law. Non-essential retail, indoor gyms and leisure facilities and personal care services must close. Individuals can only meet one person from another household in an outdoor public space. Ja, dat zijn inderdaad keiharde maatregelen. We gaan naar Londen, naar onze correspondente Lia van Beckhoven. Lia, goedemorgen. Voor de Britten is de kerst en de kerstvakantie heilig. Dit moet als een mokerslag aankomen. Precies, lieve. Zoals je zei, goedemorgen. Maar dat is ook de reden waarom premier Johnson zo lang geaarzeld heeft om die nieuwe lockdown in te voeren in Londen en het zuidoosten van Engeland. Omdat, zoals je suggereert, kerstmis voor de Britten... Ja, heilig is het. Ik bedoel, kerstmis, dat is en heel commercieel. Dus het is een verjaardag, het is een Sinterklaas, het is een moederdag. Het is en kerstmis bij elkaar. Daar kom je gewoon niet aan. Dus nu de Britse regeringsleider voor 20 miljoen Engelsen de kerst heeft afgeschaft in feite... Leidt dat inderdaad tot boosheid en verdriet. Ja, en dan gebeurt natuurlijk wat moet gebeuren. De uren voor de lockdown zijn de Britten blijkbaar nog massaal gaan shoppen en hebben ze ook massaal de trein genomen. Ja, opmerkelijk is dat volgens een van de medische wetenschappers die de regering adviseert, iedereen in Groot-Brittannië nu moet doen, zich moet gedragen alsof hij het virus heeft. Hmm. Nou, daar was gisteravond na de toespraak van de premier niks van te merken. Zodra Johnson zei dat het land verder op slot zou gaan, zag je de stations en vooral de winkels inderdaad vol stromen. He, op de grote stations in Londen leek het wel zo iemand alsof het de laatste vlucht uit Saigon betreft. De treinen waren bomvol, de winkels waren vol. Mm. Maar dat is natuurlijk omdat het voor velen vanaf vandaag niet meer mogelijk is om op je kerstbestemming te komen. Ja, inderdaad. Je zei al, Lia, dat premier Johnson zo lang mogelijk gewacht heeft om die beslissing te nemen. Politiek moet dat ook zeer zwaar geweest zijn voor Johnson. Ja, ik heb net even vlug de zondagsbladen doorgenomen. En inderdaad, er is heel weinig begrip voor hem. Johnson staat onder druk van alle kanten. Ik bedoel, in zijn eigen fractie wordt er gezegd... Je kunt niet zomaar de stop uit de kerst trekken zonder dat je dat voorlegt aan het parlement. Dus je had liever gewild dat het parlement in een spoedzitting daarover gestemd zou hebben. Dat is de reactie van, laat ik zeggen, de meest libertijnse deel van de fractie. En mensen die vinden dat dit echt een aanslag is op individuele vrijheden. Aan de andere kant staat hij onder druk, want daar zeggen mensen, hij komt er gewoon te laat mee. Johnson heeft, zoals hij voortdurend gedaan heeft tijdens deze pandemie, opnieuw geaarzeld. Hij heeft opnieuw alles voor zich uitgeschoven tot het laatste moment, zodat hij niet meer anders kon dan het land op scherp zetten. En intussen is de situatie enkel verergerd. Nog één vraagje, Lia. Vannacht heeft Nederland een vliegverbod afgekondigd van en naar Engeland en heeft Europees overleg gevraagd. Het zou wel eens kunnen dat Engeland afgesloten wordt van het continent door de lockdown. Ja, door de lockdown. Ja, inderdaad. En de Brexit. Het vliegverbod...
Nou, nee, dat is nog niet echt opgevallen. Het wordt wel hier genoemd af en toe in sommige media. Maar ik denk inderdaad, als andere landen besluiten het Nederlandse voorbeeld te volgen, omdat ook in andere landen men bang is voor deze nieuwe variant van COVID-19, dan zou het inderdaad gevolgen hebben voor de manier waarop het Verenigd Koninkrijk mensen kan ontvangen en waarop mensen natuurlijk vanuit het Verenigd Koninkrijk kunnen gaan reizen naar andere Europese landen. Oké, dat valt af te wachten de komende minuten en uren misschien. Bedankt, Lia van Beckhoven, en toch nog zo mooi mogelijke kerstdagen daar in Londen. Dank je wel. Ja, premier De Croo, denkt ons land ook aan een vliegverbod zoals Nederland? Er zijn nog heel veel vragen die zich stellen over die bepaalde mutatie en of die intussen al niet op het vasteland is. En dus of het niet al te laat is. Maar dus vanuit een voorzorgsmaatregel hebben wij juist beslist om vanaf middernacht voor een periode van 24 uur ook de vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk stil te leggen. En minstens even belangrijk voor ons land hetzelfde te doen voor de Eurostar. Want dat is eigenlijk de voornaamste manier waarop mensen van het Verenigd Koninkrijk naar ons land komen. Dus vanaf middernacht voor een periode van 24 uur. Het is een voorzorgsmaatregel. Ja. Waarom maar 24 uur? Omdat het wetenschappelijk overleg nog aan de gang is. We hebben daar nog geen sluitend antwoord. Maar vanuit een voorzorgsmaatregel denk ik dat het aangewezen is. Maar het kan natuurlijk verlengd worden, mocht blijken dat we meer conclusieve gegevens hebben. En wat doen we met de mensen die vandaag binnenkomen? Worden die extra geregistreerd? Inderdaad. Hè. Dus het gaat in vanaf middernacht, omdat je kan moeilijk vliegtuigen die in de lucht hangen of treinen die op weg zijn opeens tegenhouden. Dat zou misschien nog meer chaos veroorzaken. Dus we gaan daar heel duidelijk zijn. Mensen die vandaag aankomen, moeten in quarantaine gaan. Die regel die was eigenlijk al geldig. Daar zal een bijkomende controle op die naleving van die quarantaine zijn. We zorgen er ook voor dat de mensen die aankomen, dat we daar heel duidelijk informatie geven, dat die mensen die nu aankomen, wat men van hen verwacht. Kijk, over het algemeen moet er extreme voorzichtigheid zijn. Maar daar gaan we het natuurlijk en nog meer benadrukken. Ook een Europese beslissing? Want ja, als elk land op zich natuurlijk het moet gaan regelen. Ja, dat overleg. Nederland heeft gevraagd om overleg en dat is een goede zaak. Zij hebben een maatregel al genomen zonder te overleggen. Maar mooi, ik veronderstel dat ze de juiste reden hadden om het heel snel te doen. Wij zijn nu in een overleg met Frankrijk bezig. Want dat is belangrijk, want je hebt ook een aantal mensen die met de auto komen uit het Verenigd Koninkrijk. En waar op de grens tussen Frankrijk en ons land we heel goed moeten toezien. Wat wij gaan doen is wel preventieve controles doen, ook op de weg aan de grens tussen Frankrijk en België. Nu, wat Boris Johnson doet, is natuurlijk wat onze andere buurlanden ook hebben gedaan. Verstrengen, lockdown. Wij hebben dat vrijdag niet gedaan. En daar was in de medische wereld wel wat ontgoocheling over. Mark van Ranst noemt het een gemiste kans. En ook Dirk de Vroei van de VUB, die vindt dat een gemiste kans. Ik ben toch enigszins ontgoocheld door wat ik vandaag gehoord heb. Ik blijf echt op mijn honger zitten. Ik had echt wel meer doortastende maatregelen verwacht, zoals een avondklok om 22 uur, waarvan het bewezen is dat die efficiënt is om het virus terug te dringen, en echt een totaal reisverbod, waardoor dat we ook eigenlijk de contacten met het buitenland zouden kunnen verhinderen en waardoor dat we ook het virus kunnen terugdringen. Is de kans niet gemist om het virus niet alleen terug te dringen, maar plat te drukken voor het weer opveert? De maatregelen in ons land die waren al van de strengste van Europa. En die waren van de strengste van Europa al een tijd op een moment waar een aantal landen, bijvoorbeeld Nederland, bijvoorbeeld Frankrijk, versoepelingen gedaan hebben, versoepelingen aangekondigd hebben. Wij hebben dat niet gedaan. En ik herinner mij nog dat op dat moment velen zeiden, ja, maar in andere landen is men aan het versoepelen. Waarom doen jullie dat in België niet? Wij hebben in ons land gekozen voor heldere maatregelen, maar ook voor stabiliteit. Ik denk als je wil dat mensen de maatregelen nog begrijpen en die maatregelen aanhouden, ja, dan kan je niet in een soort yo-yo zitten. Dus we hebben een andere aanpak gebruikt dan andere landen. In andere landen heeft men verstrengd, omdat men moest verstrengen. Wij hebben ervoor gekozen om stabiele maatregelen te nemen, om heel hard in te zetten op handhaving. Wij zijn, als je het vergelijkt met andere landen,
veel strikter in de handhaving. In ons land zijn er 140.000 PV's. Maar er werd wel gepleit om die avondklok van Brussel en Wallonië ook uit te breiden naar Vlaanderen. Ik heb begrepen dat ook u daar eigenlijk een pleitbezorger van was. Maar bon, we hebben een beslissing genomen met alle regeringen samen en ik ga daar niet op terugkomen. Ik ben ervan overtuigd dat intussen in ons land, en je ziet dat ook uit de studies, iedereen begrijpt zeer goed wat hier nu op de tafel ligt en welke de uitdaging is waarmee we geconfronteerd zijn. De uitdaging, premier, dat zit hem ook in de cijfers. Hè? Want die zijn niet stabiel. Het aantal besmettingen, dat weten we, dat neemt al meer dan een week toe. Maar dat vertaalt zich ook in de andere cijfers. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Gemiddeld nu elke dag 186 coronapatiënten. Het aantal overlijdens begint nu ook te stijgen. Gemiddeld elke dag 95 mensen, dus 2% meer al. Ik herhaal mijn vraag, misschien hebben we wel de kans gemist om dat preventief tegen te houden. Zoals ik zei, we hebben vandaag reeds zeer strenge maatregelen. Heel wat mensen kreunen ook onder die maatregelen die wij opleggen. We zullen het daar straks over hebben. Ik heb denk ik in de persconferentie van vrijdag zeer duidelijk aangegeven waar het over gaat. Wij hebben geen verstrengde avondklok nodig om te weten dat je niet elkaar moet gaan opzoeken met meer dan vandaag toegestaan is. Want die verstrengde avondklok is eigenlijk een handhavingsmaatregel. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zeer goed weten wat van hen verlangd wordt. We zijn ook zeer duidelijk geweest over de manier waarop we bestraffen als men zich er niet aan houdt. Okay. En op dit moment heb ik vertrouwen in het feit dat alle Belgen begrijpen wat van hen verlangt. Ja, want daar zijn heel veel vragen over gekomen. Echte coronavragen, dat was de bulk van de meer dan 550 vragen, denk ik, die we hebben gekregen. Inderdaad, en er zitten intussen alle twee van die vraagstellers bij, Imelda Notre-Dame en Erik Raas. Voor we aan die vragenronde beginnen, wil ik wel nog even heel duidelijk stellen. Deze tafel is een paar weken geleden breder gemaakt, zodat iedereen minstens 2 meter uit elkaar zit, behalve Lisbeth en ik, maar wij hebben dan plexiglas tussen ons. We hadden ook vorige week hier Mark van Rans, die met zijn CO2-meter heeft aangetoond dat de ventilatie hier dermate goed is dat het bijna als buitenlucht is. Dus we willen beklemtonen dat dat echt wel in coronaveilige omstandigheden kan gebeuren. Ja, en dan gaan we nu inderdaad eens naar buiten of ergens anders naar binnen kijken. Bij Rita Emrabet en Berbel Verboven. Dames, goedemorgen. Rita, ik ga met jou beginnen. Hè. Jij hebt een kapperszaak en jij had eigenlijk toch gehoopt dat jij vrijdag ging te horen krijgen dat jullie vroeger zouden mogen openen. Waarom vind jij dat moeten kunnen? Goedemorgen. Ja, inderdaad. We zijn voorzien voor alles. Dus we hebben eigenlijk alles om veilig te houden hier in het kapsalon. Op elke kaptafel hebben we handshells, mondkappers, plexiplaten tussen de stoelen. Als de klant het zaak verlaat, ontsmetten we ook alles. Dus ik zou niet weten waarom dat niet veilig genoeg is om eigenlijk te werken. Hebt u trouwens veel vraag of veel druk gekregen om toch maar snel voor de eindejaarsperiode nog een aantal mensen hun kapsel te fatsoeneren? Ja, inderdaad. Ze bellen, ze sms'en, ze vragen echt van kan het niet... Het is een moeilijke en blijft een moeilijke. Ja. Iedereen wil wel mooi zijn met de feestdagen. Ja, inderdaad. We hebben ook heel veel die vraag binnengekregen. Een andere vraag kwam van jou, Berbel Verboven. Goedemorgen uit Averboden. Jij bent Pilatus-instructrice. Dus ja, je zit bij de sporten, de fitnessen die gesloten blijven. Jij vindt dat ergens onterecht. Goedemorgen. Ja, aangezien Pilatus eigenlijk heel nauw samenwerkt met de medische wereld en wij toch wel echt essentieel zijn voor de fysieke als de mentale gezondheid, vragen wij eigenlijk ons af waarom eigenlijk neuromusculair trainen in privé, in duolessen, met voldoende afstand op afspraak, waarom dat eigenlijk niet kan, zoals eigenlijk bij de kinesisten. Ja, heel duidelijke vragen allebei, dames. Ja, inderdaad, premier, die vragen kwamen veel zeker de kapper natuurlijk, zowel kappers als klanten van kappers. Maar ook dit, fitnessen is gezond, sporten is gezond, ons haar knippen voor ons mentaal welzijn ook van belang. Waarom mag dat allemaal niet? Ja, we hebben vrijdag natuurlijk aan een ganse groep mensen geen goed nieuws kunnen geven. De kappers en de andere niet-medische contactberoepen, de culturele sector, de horeca die grotendeels stil ligt. We hebben ons daar gebaseerd op adviezen
We hebben aan het COVID-commissariaat een nieuw advies gevraagd met betrekking tot de niet-medische contactberoepen. En het advies was negatief. Ja. Dus dat advies zei ons, kijk, op dit moment, in de situatie waarin we zitten, waar de cijfers gestabiliseerd zijn en lichtjes aan het stijgen zijn, is het vandaag niet aangewezen is om het te doen. Is het perspectief voor die mensen? En misschien nog een laatste element. Ja, in de buurlanden waar men dat heropend had, heeft men beslist om het opnieuw te sluiten. Het perspectief. En de vertegenwoordigers van de sector heb ik vorige week uitvoerig ontvangen, samen met een aantal collega's van mij. Kijk, ik begrijp natuurlijk de frustratie. Dat zijn mensen die hun beroep met hart en ziel doen. Dat is vaak een levensproject dat ze daar rond opgebouwd hebben. En daar zijn natuurlijk steunmaatregelen, maar die steunmaatregelen, dat lost niet alles op. De afspraak is zeer duidelijk geweest. Op het moment dat men kan versoepelen, dan zullen zij deel uitmaken van de eerste groep versoepelingen. Maar vandaag... kijk, ik zou zeer graag perspectief geven, maar valse hoop geven is erger. Wat mensen ook wel een beetje tegen de borst stoot, is dat ze de indruk hebben dat het niet voor iedereen gelijk is. Ik wil eventjes wat beelden bovenhalen van de Europese top van vorige week, van bezoek ook van Charles Michel bij... Handen schudden, elkaar schouderklopjes geven. Macron is dan ziek geworden. U bent in quarantaine moeten gaan. Mensen krijgen de indruk dat politici in dit soort omstandigheden zich er niet moeten aan houden. Het is ook precies een contactberoep, als we het zo zien. Hè? Dat zou het niet moeten zijn. Ik heb altijd de afstanden maximaal gerespecteerd. Meneer Macron is positief getest. Ja. Zodra dat ik dat hoorde, heb ik mij in isolement geplaatst en heb ik een test laten plaatsvinden. Oké. Okay. Maar het potentiële contact had 8 dagen ervoor plaatsgevonden. Bleek uiteindelijk dat er geen overdracht was. Kijk, ik denk dat iedereen maximaal alles doet om zich aan de regels te houden. We hebben heel wat Europese toppen via video gedaan. Maar deze, die ging over het klimaatakkoord, die ging over het Europees budget. Het is zeer moeilijk om met 27 over toch, dit soort beslissingen toch via proberen video te van elkaar af te blijven, is toch de boodschap. En we gaan luisteren naar de vragen van de mensen aan tafel. Want Imelda Notre-Dame, zijn er nog die niet van elkaar kunnen blijven? Dat zijn de voetballers. Daar hebben we bijzonder veel vragen. Ik denk dat de meest gestelde vraag is. Imelda, je ergert je ook wel eens als je naar het sportnieuws kijkt. Ja, ik heb met mijn man het kerstfeest voorbereid. Voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Ik kan en ik mag die niet zien. Met kerstmis. Ik mag ook mijn broers, mijn zussen geen gelukkig nieuwjaar wensen. Wij zijn met veel. Ik heb 4 broers, 4 zussen. Die hebben elk hun gezin. Normale omstandigheden zouden wij met 50 aan tafel zitten met kerstmis. Dat gaat dan niet. Dan zie je de beelden van en de sportvelden. En dan kijk ik zit een hele dag thuis. Ik moet thuiswerken. En dan kijk ik s'avonds naar het sportnieuws. En dan zie ik... Dat aan de kant van het veld, op het veld, dat mensen niet van elkaar kunnen blijven. Dat ze het liefst nog een beetje fuiven in de kleedkamer voor het oog van de camera. En wat is uw vraag voor de premier? En ik vraag me af of dat zij ook voor elk van die ongewenste contacten een gasboete krijgen. En of dat zij ook voor de rechter zich zullen moeten komen verantwoorden. Want ik heb niet de gelegenheid... Nee. Om, het moet voor iedereen gelijk zijn. Mijn werk zo te befeesten, zal ik maar zeggen. Ja, ik denk dat een terechte kritiek is. Dus er is voor sport zijn er afspraken gemaakt. Op het gebied van eigenlijk elke ploeg is een soort bubbel op zichzelf. En als een wedstrijd doorgaat, is iedereen getest en kan je ervan uitgaan dat het veilig is. Moeten ze stoppen met knuffelen? Kijk, we hebben sport willen laten doorgaan. Bijvoorbeeld, Ronde van Vlaanderen hebben we ook gezegd, het mag doorgaan, maar er mag niemand zijn. En men is daar wonderwel in geslaagd om dat eigenlijk op een veilige manier te organiseren. En men vraagt van ons, van u, mevrouw, van mij ook, om een aantal van onze vastgeroeste gewoontes, om dat niet meer te doen. Een van onze gewoontes is dat we elkaar een zoen geven of elkaar een hand geven. En we doen dat niet meer. En sommigen van ons moeten ook wel de onweerstaanbare drang gehad hebben om toch nog een hand te geven, maar we hebben dat afgeleerd. En dus, ik vind eigenlijk naar voetbal dat ik begrijp dat de emotie dat die daar is, maar die emotie moet men op een andere manier kunnen kanaliseren. En ik begrijp dat dat de gewoonte van het voetbal is. Dus niet meer knuffelen.
Maar wij hebben ook zoveel gewoontes opgegeven. Ja. Dus ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. En ik weet dat, ik heb met mensen van de Voetbalbond gesproken, dat de regel is dat het niet mag. Ik zou hen toch oproepen om daar iets strikter op te zijn. We gaan naar meneer Raas. Ja. Want meneer Raas, de regels zitten nu behoorlijk hoog. U heeft ons daar een mail over geschreven en u schreef daarin: ik heb nog nooit zo'n onbeschofte mail gestuurd. Wat zit u dwars aan die regels? Het zit me dwars aan die regels, premier, dat wij moeten ondergaan, als wel jullie beslissen, dat wij daar soms vragen bij hebben. Wij worden bepaald ogenblik werden wij beboet als we geen mondmasker gingen dragen, als we gingen wandelen in de bossen. Dat heeft 2 weken aangehouden. Nu worden we als bevolking bijna bedreigd. We worden bedreigd met de politie die aan ons deur gaat komen, met inbreuken in onze huizen. Ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. En volg je de regels en gaat het blijven volgen? Dat is het wat ik ga zeggen. Te meer dat ik sedert het begin van de crisis mezelf, de Hanse familie, in de brede zin van het woord, wij houden ons aan al die regels. Maar het wordt onleefbaar om zo te leven. Mijn situatie, kort geschetst, ik ben in een gezin. Onder mijn dak woont mijn vrouw en een meerderjarige zoon. Maar komt er een punt waarop u gaat zeggen, ik volg het niet meer? Dat punt is bij mij bereikt, en het is bij mij bereikt, premier, ik heb spijt van dat u te moeten zeggen, op het moment dat de provincie-gouverneur begon te dreigen met die politie die 's nachts uw deur gaat beginnen openbreken. Ik zeg, dat is hier niks meer met democratie te maken. De bevolking wordt bij wijze gegijzeld door jullie. En wat is uw vraag aan de provincie? Gaat u dat trekken totdat de bevolking gaat beginnen rebelleren? Want ik pik het niet meer. Zoals het nu loopt, terwijl we het al zo lang zo best hebben. Dat is een heldere vraag. Ik ga het niet meer aanvaarden. Er zijn ten eerste... Ik had nooit gedacht dat ik als politicus zou moeten bepalen wat dat mensen binnenshuis doen. In mijn ogen is dat iets waar je niet intussen komt. Maar we hebben hier geen andere keuze om dat te doen vanuit een algemeen volksgezondheidsprincipe. Maar het is overduidelijk dat er de voorbije weken een aantal uitspraken geweest zijn die er eigenlijk los over waren. En de regel is naar politie toe zeer duidelijk. We gaan niet bij mensen binnenbreken om te gaan controleren of er geen probleem is. Het is zeer duidelijk. De politie heeft enkel de mogelijkheid om dat te doen als ze duidelijk indicaties hebben dat er iets fout aan het lopen is. Maar begrijpt u het voertgevoel? Dat kwam ook uit veel mails naar voren van ik heb het gehad, het is te streng, ik mag maar 1 van mijn 4 dochters zien. Wie verzint nu zoiets? Ja, ik begrijp dat. Maar dat is de manier, als u die situatie neemt, 8 weken geleden. We waren slechtste leerling van Hans Europa. In onze ziekenhuizen was het op een vinger na dat het totaal uit controle zou zijn. En die strenge maatregelen, op 8 weken tijd, zijn we erin geslaagd om het onder controle te krijgen. En ik weet dat het bijzonder zwaar is en dat het individueel, dat men zich soms de vraag stelt, ja, maar maakt dat nu zo'n groot verschil of ik mijn gedrag daaraan aanpas of niet? Maar ik zou u graag 1 voorbeeld willen geven. Dat is een analyse die gedaan is door de Universiteit Hasselt. We zijn met kerstmis zeer streng. Ik ben me daar ten volle van bewust. Maar die analyse toont dat als 1 op de 5 gezinnen zou zeggen, met kerstmis nodig ik niet 1 persoon uit, maar nodig ik 4 personen uit, zoals dat eigenlijk een beetje gewoonlijk het geval zou zijn, dan zitten we midden januari met een joekel van een derde golf. Van kerst gesproken, daar hadden we een vraag voor van u, voor u liever, van één, denk ik, van onze jongste kijkers, Mauro Paulus. Goedemorgen, meneer de eerste minister. We weten dat we met z'n allen in de laatste rechte lijn richting het einde jaar gaan. Een periode van feest en licht in ons hart. Jammer genoeg zullen we de feestdagen, kerstmis en nieuwjaar, op ons eentje moeten vieren of met ons gezin. We moeten even afstappen van het gebruikelijke om zo snel mogelijk weer naar het nieuwe normaal te kunnen gaan. Maar nu vroeg ik me af, met wie gaat u de feestdagen doorbrengen? Ik wens u nog een hele goede zondag. Dat is een heldere vraag. Kort als kan. Zeer heldere vraag. Hè? Dus ten eerste, binnen een gezin heeft iedereen recht op 1 knuffelcontact, maar u mag er maar 1 tegelijk uitnodigen. Dat is ook wat onduidelijk. Hè? Maar er is er, u mag er 1 tegelijk uitnodigen. En welk knuffelcontact komt er langs? Dat van u of dat van uw kinderen? Dat van mijn vrouw zal langskomen. Maar ik wil ook terugkomen op het punt dat meneer daar juist gemaakt heeft. We zijn zeer streng. Als ik zie wat men in andere landen toelaat met kerst en oudejaar,
dan stel ik mij daar toch veel vragen bij. Er zijn zoveel voorbeelden van Thanksgiving in Canada, Thanksgiving in de Verenigde Staten, waar men gezegd heeft voor één avond, laat het toe voor één avond, en waar de gevolgen daarvan zeer ver zijn. Het is moeilijk wat we moeten doen, maar er is licht aan het eind van de tunnel. En dat licht aan het eind van de tunnel is nog een stukje weg, want die vaccinatie dat gaat tijd nemen. Maar we gaan er komen, maar nu moeten we doorzetten. Je mag nog heel kort reageren. Ja, ja. Dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Heel kort. In knuffelcontact. Kunt u mij het verschil uitleggen? Het knuffelcontact zou mijn dochter kunnen zijn. Die slaapt in bed met haar schoonzoon. Of mijn schoonzoon, dat zal beter zijn. Dus ik mag mijn dochter binnenlaten en de schoonzoon moet dan de deur buiten blijven. Dat is één bubbel. Ik begrijp niet dat mijn schoonzoon niet zou binnen mogen. Nog naar mijn kleinkinderen. Als je mij zegt, je mocht één dubbel vragen, dan kan ik begrijpen. Om mijn dochter binnen te laten en de schoonzoon buiten aan de straat zijn aperitief. No way. Genoteerd. U bent het dus daar niet mee eens. We hebben ook veel vragen over het vaccin binnengekregen. Ja. Heel veel vragen. Weet u wel wie het eerste vaccin gaat krijgen? Dat zijn mensen die in woonzorgcentra wonen en in woonzorgcentra werken. Ja. Zodra die vaccins beschikbaar zullen zijn, dat zal voor het eind van het jaar zijn, zullen wij klaar zijn om te beginnen vaccineren. Maar er is iemand die daar ook een ander idee over heeft. We hebben een vraag binnengekregen. Een suggestie eigenlijk, ja. Van Marie-José Muishond. Goedemorgen. Mijn naam is Marie-José Muishond en ik ben 61. Zoals vele mensen onder onze bevolking heb ook ik mijn twijfels om mij al dan niet te laten vaccineren. Zou het daarom geen suggestie kunnen zijn dat een aantal prominente figuren zich openlijk laten vaccineren, zoals bijvoorbeeld de koning, Erika Vliegen en alle mensen die aan het hoofd staan van de verschillende geloofsgemeenschappen. Hierdoor zouden we een positief statement kunnen maken om alle twijfelaars, waaronder ikzelf, over de streep te trekken om zich te laten vaccineren. Goed idee. Wel, voor degenen die twijfelen, denk ik dat er maar één manier is om mensen te overtuigen, dat is te luisteren naar de wetenschap. Ja. En maar als, het feit dat u het zou zetten, gaat misschien vertrouwen geven op de koor. Dat mensen zeggen, ah ja, bon, zij durven het zetten. Het zal misschien inderdaad dan wel veilig zijn. Ik ga duidelijk zijn, ik zal mij laten vaccineren. En als men vindt dat het helpt om daar beelden van te tonen, dan wil ik dat gerust doen. Zoals Mike Pence gedaan heeft, de Amerikaanse vicepresident. Vaccin met camerabeelden om een voorbeeld te stellen. Ik wil dat gerust doen, maar ik ga de volgorde die afgesproken is volgen. En dus ik zal niet een van de eerste zijn die gevaccineerd wordt. Het zijn eerst de meest kwetsbaren die gevaccineerd gaan worden. En in mijn ogen, er is absoluut geen reden dat ik of de koning of om TV wie zou moeten voorsteken, zoals men dat noemt. Eerlijk gezegd, ik kan u daar proberen van te overtuigen. Maar mensen die de wetenschappelijke bagage hebben, die kunnen veel beter uitleggen welke de elementen van die vaccinatie zijn. En ik zou hier liever naar de wetenschap luisteren dan naar een politicus. Het zal nogthans zaak zijn om mensen te overtuigen. Hè. Er komen intussen twee gasten bij. Alles zitten. Is ontsmet intussen, dus zet u rustig. Welkom. André De Haas, ziekenhuis hygiënist op rust. En Alex Jacobs, commissaris bij de federale politie. Maar u zit hier als bezorgd burger. Wel twee mensen met terreinervaring. Ja. Jullie gaan zich laten vaccineren. Heb ik toch begrepen uit jullie mailtjes die gestuurd Absoluut. Hebben. Wat, meneer Jacobs, u vindt eigenlijk dat iedereen dat zou moeten doen? Hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de wettelijke mogelijkheid hebben om dat te doen. Via KB zou iedereen kunnen verplicht worden om zich te laten vaccineren. Het is toch de bedoeling, denk ik, dat we zo vlug mogelijk uit de situatie geraken en dat we liefst ook perspectief kunnen bieden aan de mensen. En dat is bijvoorbeeld dan een datum ergens of een periode waaruit we de voldoende dekkingsgraad... En waarom verplichten? Omdat ik vrees, als we dit niet doen, dan legt men een verantwoordelijkheid bij ieder van ons. En ik denk een beetje dat mensen zullen de kat uit de boom kijken of zullen zeggen, ja, mijn buurman zal misschien wel de kastanjes uit het vuur halen voor mij, ik ga nog wat afwachten. Terwijl dat toch ook vanuit de overheid gezegd wordt, we moeten vertrouwen hebben in de wetenschap, ik ben het daar volledig mee eens. Die vaccins zijn veilig, die mogen toegediend worden. Waarom verplichten we het dan niet? Aan iedere burger. Dus vandaag zijn er geen Europese landen waarvan ik weet dat ze het verplichten. In ons land is vaccinatie ook niet verplicht, behalve voor polio op zeer jonge leeftijd. Als je kijkt naar de studies in ons land, vandaag zie je dat ergens tussen het 70-80% van de mensen vandaag al zegt, ik zal mij vrijwillig laten vaccineren. Wij hebben in ons land geen
cultuur, als ik dat zo mag zeggen, van mensen die twijfelen aan vaccins. In Frankrijk bijvoorbeeld is dat gans maar anders. Maar als we polio verplichten, waarom niet voor dit, dat toch ook al zoveel levens heeft gekost? Ja, ik heb de indruk dat heel veel mensen begrijpen waarom het nodig is en het vrij wil doen. En wij hebben heel veel discussies gehad met specialisten van dat domein. Er zijn specialisten die niets anders doen dan onderzoek doen naar waarom laten mensen zich vaccineren of niet. En het advies dat we daar gekregen hebben van die specialisten is, als je het verplicht gaat maken, dan gaat het wantrouwen hoger zijn dan als je het vrijwillig doet. Kunt u daarin komen? Je zou ook omgekeerd kunnen zeggen dat de regering door het verplicht te stellen nog een blijk geeft van meer vertrouwen in het vaccin, terwijl ze nu nog de verantwoordelijkheid bij de burger laat. Nee, maar de verantwoordelijkheid over de veiligheid van het vaccin, die ligt bij de producent. En dat is een zeer essentiële, dat is trouwens de reden waarom wij iets later beginnen toedienen dan het Verenigd Koninkrijk, omdat het voor de Europese landen absoluut duidelijk was dat de verantwoordelijkheid bij de producent moest blijven liggen en niet bij de overheid uiteindelijk. Nu, u bent ook al lang bezig, hè, ook in uw carrière als ziekenhuishygiënist, met vaccineren. U bent niet zo'n voorstander van het verplichten, maar van het aanmoedigen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we er alle belang bij hebben dat we die groepsimmuniteit bereiken, dat we dus 80-85% van de bevolking kunnen laten vaccineren. Ik twijfel een beetje aan uw cijfers, meneer de premier. Ik denk dat ongeveer 50% van de mensen erachter staan en bereid zijn van zich te laten vaccineren. U maar dat 20%... Waarom denkt u dat het er minder zijn die het zullen doen? Ik heb een aantal bevragingen daaromtrent gelezen en die wezen in de richting van 50%. 20% is anti, dus 30% zit op de schreef. En hoe pakken we het dan best aan? Wel, ik denk dat we die mensen een duwtje in de rug moeten geven en die enige vorm van beloning moeten geven. En dan denk ik bijvoorbeeld aan geef een klein presentje bij de vaccinatie, geef eventueel een gadget. We kunnen daar de Belgische bedrijven op aanschrijven, dat die dat produceren. Dat steunt onze economie. Zoals een bobsleutel, als we niet drinken. Bijvoorbeeld, ja. Ik denk trouwens, er zijn precedenten. Het Rode Kruis werkt naar zijn bloeddonoren op dezelfde wijze. Ze geven tankbonnen, ze geven drankbonnen. Maar in uw mail zei u zelf dat we misschien ook een centje konden krijgen, wat u betreft. Ja, allee, ik laat het beleid van het land daarin de vrijheid. Dat mag eventueel een zakcentje zijn. Dat mag eventueel een belastingsvoordeel zijn. Anderzijds zou ik er ook willen voor pleiten om het niet te verplichten in de wettelijke zin, maar op andere wijze. Bijvoorbeeld aan de voetbalclubs, de profclubs zeggen u verkoopt geen abonnementen aan niet-gevaccineerden. Aan onze vliegtuigmaatschappij. Dat is toch ook een beetje bestraffen, hè? Mm-hmm. Maar ik denk, het idee is dus belonen dus in plaats van bestraffen. Een paar dingen. Hè. Ten eerste, het vaccin is gratis in ons land en ik denk dat dat een goede zaak is. Ja, en het mooiste cadeau dat aan dat vaccin vasthangt natuurlijk, is hij niet meer doodziek kunt worden door besmet te worden. Wat dat wel belangrijk is, hè, want u maakt referentie naar ja, maar voor bepaalde activiteiten zou men moeten zeggen een vaccin moet verplicht zijn. Moet u goed opletten. De eerste vaccins, hè, dus de mRNA-vaccins, daarvan weet ze dat ze u beschermen om niet meer ziek te worden. Maar het is niet bewezen dat die vaccins de overdracht stoppen. Mm-hmm. Dus dat is een zeer, zeer belangrijke. Dus het is niet omdat je een vaccin hebt dat je iemand anders niet meer kan ziek worden. Dus voor voetbalmatchen en andere zaken gaat dat eigenlijk het probleem niet oplossen. Over uw creatieve voorstellen qua motivatie. Ja, ik vind dat wel goede voorstellen. Hè. Dus om een stukje mensen te motiveren, moet dat een belastingsvoordeel of een echt monetair voordeel zijn? Dat vind ik niet. Ik denk niet dat nodig is. Maar dat we in een soort, hè, want u spreekt over groepsimmuniteit, dat we in een soort groepsmotivatie moeten komen, waarin dat we elkaar motiveren om ons te laten vaccineren als we de vraag daarvoor krijgen. Ja, ik vind dat wel. Ik denk trouwens dat het eigenlijk voor elke burger een morele verplichting zou moeten zijn om zich te laten vaccineren, om zichzelf te beschermen en hopelijk ook om andere mensen te beschermen. Mm-hmm. Ik wil trouwens refereren aan mijn werksituatie van vroeger als ziekenhuishygiënist. We hebben op een zeker ogenblik als team ziekenhuishygiëne in het ziekenhuis gekeken naar de vaccinatiegraad tegen de griep. Die was bedroevend laag. Mm-hmm. We hebben dan actie ondernomen, de vaccinatie zo gemakkelijk mogelijk gemaakt voor de mensen, maar ook een presentje gegeven. En bijvoorbeeld gezegd, afdelingen die zich voor 100% laten vaccineren, die worden door de directie getrakteerd op taart op hun volgende incentives. Dat heeft inderdaad de vaccinatiegraad wel ver. Veel vragen over vaccinatie, ook vragen naar transparantie van data, maar ook veel vragen over waarom gaat het hier toch
opmerkelijk trager dan in andere landen, waar ze soms ook al bezig zijn. Tony Thomas uit Zuid-Leeuw had daarover ook een mail geschreven. Die zegt, ja, Frankrijk en Duitsland die zullen tegen de lente klaar zijn, denken ze, met vaccineren, terwijl wij dan nog maar klaar zullen zijn met groep 1. Waarom gaat het zo traag? En dan ook een vraag die we af en toe lazen. Is er misschien een tekort aan naalden? Daar is wat ongerustheid over. Nee. Ik dacht dat er een beeld kwam. Excuus. U kondigde het aan alsof er een filmpje was. Mocht ik naar mij kijken. Ja, ik zal naar u beiden kijken. Ten eerste, de leveringen van vaccins die zijn op dezelfde manier voor alle Europese landen die in het systeem ingeschreven zijn. En dus de verhalen waar men hoort, ja, maar in Frankrijk gaat men het sneller doen dan in ons land. Ik zie niet in waarom dat het geval zou zijn. We zullen op dezelfde manier beleverd worden en wij zullen vaccineren. Dat is even traag gaan. Wij zullen vaccineren aan de snelheid van productie. Laat ons wel wezen, de voornaamste bottleneck vandaag is de snelheid van productie. En dat is ook normaal. Er moeten honderden miljoenen vaccins, heel veel in ons land, geproduceerd worden. De naalden is inderdaad een specifiek element. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft daarnaar gekeken en daar zal geen probleem zich stellen. Eén punt, hè, want men vergelijkt vaak maar met de Verenigde Staten, met het Verenigd Koninkrijk, die sneller zijn beginnen vaccineren. Dat is juist. In het Verenigd Koninkrijk is dat eigenlijk voor een stuk uw bevolking als proefkonijn nemen. Want dat is wat men daar gedaan heeft. Hè. Want uiteindelijk heeft men in het Verenigd Koninkrijk gezegd, die bijkomende proeven die moeten gebeuren om zeker te zijn dat het allemaal veilig is. Wij gaan dat niet doen. Wij betrouwen 100% op de industrie en wij beginnen te vaccineren. En het Verenigd Koninkrijk heeft ook gezegd, wij nemen wat men noemt de liability als het fout loopt. We nemen dat volledig op ons als overheid. Ja, dat gaan wij niet doen. Hè. Dus wij hebben in Europa, de 27 landen, hebben de keuze gemaakt om goed zeker te zijn dat het veilig is voor je begint te vaccineren. En daar sta ik 100% achter. Als ik daar even mag op doorgaan, we hebben daar ook nog een vraag over binnengekregen van Frankie Hendricks over het tempo waarmee Europa dit allemaal regelt. De vraag is, Europa moet leidzaam toezien hoe de UK, USA en straks ook Canada al het vaccin van Pfizer hebben goedgekeurd en toedienen. Dit terwijl het vaccin in Europa wordt geproduceerd. Blijft Europa het kleine broertje? Werkt Europa wel? Europa werkt en Europa is veilig. En maar de US heeft ook de FDA, dat is toch ook veilig, neem ik aan? Ja, maar sta ons toch toe als Europese landen om zelf onze analyse te doen en om dat op de juiste manier te doen. En ik begrijp dat men zegt, ja, maar men is een paar weken vroeger begonnen. Maar hier hebben wij een heel duidelijke keuze gemaakt dat de verantwoordelijkheid, als het fout loopt, dat dat bij die bedrijven moet liggen. En daarom moesten wij aan bijkomende analyse kunnen doen. Binnen Europa zal de levering van de eerste vaccins zal in alle landen op hetzelfde moment zijn. En de snelheid van levering zal overal dezelfde zijn. En wij zullen vaccineren op de snelheid van de productie. Okay. Goed, het zal u niet verbazen, premier, dat er ook heel veel vragen zijn binnengekomen over de kosten van alle maatregelen. Want die coronamaatregelen voor medische kosten, voor steun aan bedrijven en werknemers die lijden onder de lockdown, die kosten miljarden. En veel mensen vragen zich af wie dat allemaal gaan betalen. We kregen een bezorgde vraag van Mariella Bracke uit Edegem. Dag meneer de minister. Ik heb een vraagje voor u. Ik ben heel bezorgd over de toekomst van mijn kleinkinderen. Vroeger, voor de pandemie, was er nooit geen geld voor de zorgsector, openbaar vervoer, het wegennetwerk. Nu wordt er heel veel geld uitgegeven, terecht om de mensen te ondersteunen. Maar mijn vraag is, hoe gaan wij die terugbetalen? Hoeveel generaties gaan er hier overgaan om alles terug te betalen zonder de belastingen te verhogen, zoals beloofd is geweest. Dank u. Ja, mevrouw maakt zich zorgen over de belastingen en zelfs dat haar kleinkinderen deze coronaput gaan moeten afbetalen. Ja, wij nemen hier zeer doortastende maatregelen om de gezondheid van mensen, maar ook de economische gezondheid van mensen te beschermen. 13 miljard alleen al dit jaar en begin volgend jaar. Ja, dit is een eenmalige schok. En je moet dat doen. Je moet mensen beschermen op zo'n moment. Mochten we die tussenkomsten niet doen, bijvoorbeeld die economische compensaties niet doen, dan is dit een moment waar je een economische ravage zou gaan creëren. En dan, in plaats van een eenmalige kost nu, dan wordt dat een structurele kost. Want uiteindelijk, hoe gaan we dit terugbetalen? We gaan dit terugbetalen doordat we opnieuw welvaart creëren.
doordat bedrijven opnieuw kunnen produceren, kunnen exporteren, jobs kunnen creëren. En bedrijven en mensen die een inkomen hebben, ja, dat zorgt voor een belastingsinkomen. En dat belastingsinkomen, ja, dat betaalt de solidariteit. Er is een kijker die daar een beetje ook een suggestie voor heeft, hè, van hoe gaan we dat inderdaad allemaal ooit terugzien. Mario van Herle, die zegt van, zal u niet op een of andere manier ervoor kunnen zorgen dat die coronafactuur niet enkel op de werkende mensen wordt afgewenteld? Of zou u het ook kunnen overwegen om die steun die vandaag, soms blindelings, aan zelfstandige ondernemers wordt gegeven, op een later tijdstip terug te vragen? Want dat zou toch ook een teken van solidariteit zijn. Dus een beetje eigenlijk een soort lening geven en eens op een bepaald moment zeggen, het gaat terug goed met uw bedrijf, we willen dat terug. Ja, er zijn een aantal maatregelen die we genomen hebben die met voorwaarden zitten. En bijvoorbeeld, we hebben een steun die we aan bedrijven geven die ze enkel kunnen houden als ze geen werknemers afdanken in de maanden erna. En dat vind ik een goede techniek. En voor een stuk geef je vertrouwen aan bedrijven, aan zelfstandigen enzovoort. Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat daarna hun rol kan gespeeld worden. We hebben ook met de financiële sector heel veel afspraken gemaakt dat leningen kunnen uitgesteld worden. Maar uitgestelde leningen, dat zijn niet kwijtgescholde leningen. Hè. Die moeten daarna betaald worden. Wat in mijn ogen belangrijk is, is daarna, als we hier terug bovenop moeten komen, is natuurlijk dat degene die de schouders zijn die er ons weer bovenop gaan tillen, dat je die niet gaat belasten. Want zo gaan we er niet uit geraken. En degenen die er ons moeten uithalen, zijn de mensen die werken, mensen die ondernemen, mensen die investeren. Ja, dat zijn niet degenen die een bijkomende laag belasting moeten opleggen, want anders gaan we eigenlijk het potentieel om eruit te raken onderuit halen. Maar dus, bijvoorbeeld, dat is een van de zaken die ook in ons regeerakkoord staan, waar we zeggen, ja, maar voor die wereldwijde grote digitale ondernemingen die de voorbije maanden hun activiteit bijna hebben zien ontploffen, dat we daar op gebied van een gecoördineerde internationale digitax wel ervoor zorgen dat hun faire bijdrage en hun faire bijdrage op een moment waarin ze bijzonder veel zoete broodjes hebben kunnen bakken, dat die versneld wordt ingevoerd. Ja, daar ben ik 100% een voorstander van. Maar vandaag, de kleine zelfstandige die echt kreunt, die creatief is, die probeert te werken... Die moet je misschien wel helpen, maar als je toch wel leest, ook databeheerder Graydon, die zegt 15% van de coronasteun is ten onrechte uitgekeerd. Anderzijds lees je dan ook de gouverneur die zegt er is 22 miljard spaargeld. Er zijn er misschien die nu steun krijgen die best op eigen kracht het zouden kunnen doen. En die het zelfs frauduleus krijgen. Ja, dus er zijn een aantal fraudegevallen geweest en daar is men zeer doortastend te werk gegaan. Hoeveel het juist is, bot is een inschatting van Graydon. Wat men natuurlijk proberen te doen, is snel te kunnen gaan. En niet aan een zelfstandige die echt het koord rond de hals heeft, te gaan zeggen, ja, wacht een beetje, we gaan 2 maanden analyse doen voor we zeker zijn of het moet. Dus we hebben gewerkt met maatregelen die snel zijn, die breed zijn, inderdaad, maar die wel ervoor zorgen dat je niet een economische woestijn zou gaan krijgen. Ja, okay. Van een woestijn, roken. We gaan echt naar de toekomst kijken, want er komen ook 2 jonge dames bij zitten. Want het is wel zo dat een van de onvoorziene gevolgen toch wel van de coronacrisis, de lockdowns en het afstandsonderwijs, wel is dat onze jonge mensen met kopzorgen zitten. Ik zat op de trein, ik had een hele dag gewerkt en ik was aan het nadenken omdat ik eigenlijk heel veel berichten krijg van onder andere mijn medestudenten, maar ook van jonge kinderen die gewoon nog op school zitten, in de middelbare of in de lagere school, die zich gewoon echt niet goed voelden. Dat is soms confronterend als je dan thuis komt naar je werk en je bent gewoon alleen en je kunt niet zeggen, hey, kom eens allemaal langs, want dat mag niet. Dus je hebt minder contact met mensen en je voelt dat wel, je mist die nabijheid van mensen rond je. En het feit dat je weet dat het niet goed gaat met je vrienden en dat je die niet mocht vastpakken. Ja, een oproep van Gloria Montserrat die heel veel indruk heeft gemaakt. Welkom Romy van Gorp en Fatmagül Yılmaz. Fatmagül, ik wil bij u beginnen. Jij bent laatstejaars studenten office management. Ja. Hoe loopt dat studeren in coronatijd? Ik kan zeker zeggen dat het heel moeilijk is, omdat ik en vele andere studenten elke dag de motivatie moeten vinden om verder te doen. Ja, ja. We leven echt een beetje dag op dag. En je merkt dat je je medestudenten en zelfs je professoren nodig hebt gewoon. Ja, het is echt dat sociaal contact is superbelangrijk. Ja. Zie je nu niemand van jouw vrienden? Momenteel niet, omdat het is moeilijk om
ja, naar andere plaatsen te gaan. Ik zit zelf met een risicopatiënt thuis. Ja, ja. Dus het is echt zomaar voor... naar de BIP gaan? Nee, het is echt voor essentiële dingen dat ik naar school ga voor bepaalde evaluaties die effectief op school... En het is minstens nog tot 31 maart. Hè. Nu, dit is niet de minister van Onderwijs, maar wat zou uw vraag zijn aan de premier? Ja, mijn vraag zou zijn... Dus ten eerste, het was een hele shock om van de minister van Onderwijs te horen in het interview met Schamper dat corona wordt gezien als een catch-all-excuus van de studenten. En anderzijds is het ook dat op het nieuws zien we vooral beslissingen over het lager en het secundair. Maar ik heb het gevoel dat het hoger een beetje wordt vergeten. Premier? Ja, ik denk dat de minister van Onderwijs of de verschillende ministers van Onderwijs zich zeer bewust zijn van het feit dat je, ja, het studeren dat heel moeilijk is om dat in isolement te doen. En ik heb minister Weitz meermaals horen zeggen, ja, maar ik wil er eigenlijk alles aan doen om die scholen open te houden. En ik steun hem daarin. Ik vind dat hij daar de juiste lijn in neemt. Wat daar juist in Schamper staat, ik weet niet... Het Gentse studentenblad, voor wie ja, kent. Maar de boodschap die ik zou willen geven is... Kijk, dit zijn maatregelen die zeer moeilijk zijn. En die natuurlijk de ervaring en het aanleren, wat je doet tijdens studeren, anders maakt. En minder goed maakt. Want voor een stuk is dat wel een sociale bezigheid. Maar we hebben vandaag geen andere keuze dan het op die manier te doen. Waar men denk ik niet moet aarzelen, is als u het moeilijk heeft, of als u mensen kent die het moeilijk hebben, is ja, neem contact met elkaar. En durf af en toe ook zeggen, ik heb het moeilijk. En ik heb iemand nodig om eens te kunnen mijn hart te luchten. Ik heb een paar weken geleden een gesprek gehad met de mensen van Teleonthaal. Mm-hmm. En die leggen uit dat ja, er is gewoon een gans andere categorie mensen die contact neemt met hen. Mensen die nooit gedacht hadden een jaar geleden dat ze naar Teleonthaal zouden bellen. Nu, voor mij moet het niet per se over Teleonthaal gaan. Waar het uiteindelijk over gaat, is dat ja, als het dus moeilijk is, dat je niet moet aarzelen om daar iemand op aan te spreken. En dat ligt zo'n beetje niet echt in onze cultuur om dat te doen. En ik vind dat we dat wel meer moeten. Dat is het studeren zelf, hè, wat enorm anders is. De vorming loopt anders. Maar dan ben je afgestudeerd en heb je, zoals Romy, een hele rits diploma's in handelswetenschappen, master internationale betrekkingen en postgraduaat economische diplomatie. Dan zou ik denken, ze staan te springen om jou, Romy, maar het is niet die vier. Op je kabinet misschien, zo wie. Nee, inderdaad. Het is heel moeilijk. En net zoals de premier net zelf zei, we zoeken mensen om ons daaruit te tillen, uit die crisis. Ze staan klaar, letterlijk, maar ze botsen steeds opnieuw op geen ervaring. Plus komt daar nu corona ook nog eens bij. Je hoort recessie, economisch gaat het heel zwaar worden. En dan denk ik, hoe ga ik daar ooit werk kunnen vinden met geen ervaring en die corona? Je hebt veel gesolliciteerd. Ik heb heel veel gesolliciteerd, absoluut. Ja, ik denk dat dat bijzonder frustrerend moet zijn. Absoluut. En we moeten goed opletten. Uiteindelijk een land als België, het enige wat wij hebben geen grondstoffen. Hè. Het enige wat we hebben is ons talent. En dat is onze mensen die vooruit willen gaan, die creatief zijn, die ambitieus zijn. Dat is het enige wat we hebben. En ik denk dat we daar zeer goed moeten opletten dat we hier geen ganse generatie talent gaan vergooien. En dat zou echt een oproep zijn die ik wil doen aan de ganse economische wereld, is zij creatief en vind manieren, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin heel veel bedrijven zitten, is om wel jonge mensen de kans te geven om ervaring op te doen. En dat zal misschien nu in die COVID-periode op een andere manier gebeuren dan we dat anders zouden doen. Een stage is vandaag iets moeilijker te organiseren. Maar we moeten daar creatiever in zijn. Want anders ga je gewoon één generatie hebben die haar talent niet en komt er heeft kunnen die eerste stap kunnen maken. Financiële incentive of zo? Want ja, ik kan me natuurlijk wel inbeelden dat als een bedrijf maar één plek te geven heeft, en er zijn inderdaad veel kandidaten, maar Romy's met dezelfde diploma's, maar veel meer ervaring, kan je als overheid geen incentive geven om net die onervaren Romy aan te nemen? Ja, of om manieren te organiseren waardoor dat jongeren ervaring kunnen opdoen zonder dat onmiddellijk... Want ik begrijp dat heel veel bedrijven vandaag zeggen, ja, maar we weten niet goed wat er volgend jaar gaat gebeuren. En dat is toch een zeker engagement. Ik begrijp die bezorgdheid. Anderzijds, ja, iemand een kans geven om op zijn minst een stukje te kunnen meedraaien
en ervaring op te doen die misschien niet op het eerste zicht leidt naar een job daar, maar die wel een beetje een stap op is. Ik denk dat we daar meer moeten doen. Moet daar een financieel incentive aan vasthangen? Het zit meer in de bevoegdheid van de deelstaten, dus ik wil daar voorzichtig in zijn. Maar de oproep naar alsjeblieft toon creativiteit om jonge mensen die kans te geven om dat talent niet weg te gooien, daar sta ik 100% achter. Oké. Dames, dank u wel. En ja, door alle coronabeslommeringen, en daar bent u heel hard mee bezig, zouden we het bijna ook vergeten. Hè? Dit land kreeg een jaar geleden toch ook weer een volwaardige regering. Na bijna anderhalf jaar, na die verkiezingen van 26 mei 2019. Op 1 oktober was het dan zover. Dan legde de regering De Croo de eed af. Ik zweer de trouwheid aan de koning, de gehoorzaamheid aan het grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Ja, en intussen zijn er ook twee mensen klaar om aan tafel te komen aanschuiven. Ik kom er al maar gerust bij. Maar ik ga intussen contact maken met Karine van de Plas uit Heverlee. Want Karine, je had een vraag over die nieuwe regering, die nieuwe politieke cultuur, zeg maar. Maar vooral ook de rekening die daarbij hoort. Inderdaad. Dag, meneer de premier. U pakt graag uit met de nieuwe politieke cultuur van uw regering, maar u stelt me teleur. België is al kampioen in aantal regeringen en heeft al een absurd hoog overheidsbeslag. Toch telt uw regering een extra minister, een extra staatssecretaris en meer kabinetsleden dan de vorige. En daardoor verhogen de jaarlijkse kosten van 56 miljoen tot 68 miljoen. Verder grijpt u ook niet de kans om de partijfinanciering te verminderen of niet te indexeren. Ik associeer een nieuwe politieke cultuur met een slanke regering. Eentje die het goede voorbeeld geeft en die haar kosten onder controle kan houden. Zou dat niet geloofwaardiger zijn? Ja, de vraag stellen is te beantwoorden. Mm-hmm. Dus als je neemt, het aantal kabinetsleden per minister ligt lager dan in de vorige regering. Het is zo dat inderdaad er twee bijkomende functies zijn. Eén daarvan is een staatssecretaris voor economische relance. Ik denk dat dat vandaag toch wel te rechtvaardigen is. Deze regering telt meer partijen dan de vorige. Dat is correct. Natuurlijk, de periode van de voorbije twee jaar heeft ons ook onwaarschijnlijk veel gekost. En een periode waarin alles onmogelijk was. En waarin dat politieke partijen eigenlijk elke keer als iemand een stap vooruit zette, was er wel iemand die klaar stond om twee stappen achteruit te kunnen zetten. Het feit dat een regering gevormd is op dit moment, waarin ons land toch op de rand van de afgrond stond, ja, dat is een regering met zeven partijen. Per minister is het minder. De kost per minister is lager dan in de vorige regering. En dat je op dit moment gaat zeggen, ja, maar je hebt een staatssecretaris specifiek voor economische relance. Op een moment waar de Europese Unie ons 5 miljard gaat geven en waar wij moeten zorgen dat we snel klaar zijn om dat op de juiste manier te kunnen investeren, want het is de manier waar we ons moeten organiseren op het moment waar we zitten. Goed, intussen zijn die twee mensen er komen bij zitten. Welkom Joris Adriaansen en Dempsey Sablin. Premier, u herhaalt keer op keer dat wij Belgen als één ploeg van 11 miljoen samen dat coronavirus moeten verslaan. Daar is zelfs een campagne over gevoerd. En u, Joris Adriaansen, u bent een bouwondernemer uit Arendonk. U heeft daar een vraag voor, want u vindt die ploeg van 11 miljoen niet helemaal kloppen, hè? Nee, dat klopt. U heeft inderdaad die oproep gedaan, maar dit terwijl u en uw partij al jaren een deel van die 11 miljoen mensen aan de kant schuift en uitsluit, beseft u nu in deze crisistijden En hoe bedoelt u dat concreet, uitsluiten? Met het cordon sanitair. Beseft u nu dat u elke Belg nodig heeft of gaat het in de toekomst blijven doen? Bent u zelf Vlaams belangstemmer? Want daar gaat het over, hè? Ik heb altijd op de N-VA gestemd, maar ik ben nu al aan het nadenken om nog rechtsop te schuiven. En u vindt dus dat er wel moet bestuurd worden met Vlaams Belang? Ik vind, die mensen staan langs de zijlijn en die mogen roepen wat ze willen en die kunnen geen verantwoording afleggen. Mm-hmm. Dus misschien wordt het toch eens tijd om daarmee te gaan praten. Ja. Mensen moeten ook inspanningen leveren, nu die niet leuk zijn. Hè? Mm-hmm. Dus als je een coalitie vormt, dan kies je de partij waar je mee werkt en je kiest dan wel partijen om aan een meerderheid te komen. Nu, het is niet omdat ik een regering leid met zeven partijen, dat ik mij enkel richt naar de mensen die voor die partijen gestemd hebben. Ik ben verantwoordelijk voor alle 11 miljoen inwoners van ons land. En het beleid tussen de kiezers en de mandatarissen.
Ja, maar het beleid dat ik voer is een beleid voor alle Belgen. En ik zal nooit een onderscheid maken tussen op welke partij dan mensen gestemd hebben. Daar gaat het niet over. Trouwens, in het parlement, ik denk dat mensen van het Vlaams Belang dat kunnen beamen, ik ben iemand die naar alle opmerkingen luistert. En als bijvoorbeeld mevrouw Pas opmerkingen maakt in het parlement, dan zal ik daarop ingaan en dan zal ik daarnaar luisteren. Ik ben niet iemand die een onderscheid maakt tussen de ene of de andere partij. Voor het besturen van de regering is een keuze gemaakt met bepaalde partijen waar we meerderheid mee vormen. Maar laat ons duidelijk zijn, als wij maatregelen nemen om de gezondheidszorg te versterken en om mensen te helpen, dan is dat voor iedereen. En de opmerkingen die gemaakt worden, ik luister naar alle opmerkingen om te even van welke partij ze komen. Ja. Tevreden? Uiteraard. dat ging simpel en makkelijk. We zien niet of het bij Dempsey Sabla ook zo evident zal zijn om gerustgesteld te geraken. West-Vlaming, ja. Ondernemer in Henegouwen. In Henegouwen, ja. En u hebt het moeilijk met het vertrouwen in de politiek. Ja. En u bent geïnspireerd geraakt door iemand van dit huis, hè, Martin Tange, onlangs. Inderdaad. Dank dat u bij ons was. Ik zal u missen. Hou het veilig. Hou vol. Het komt allemaal weer goed. Waarom inspireerde zij u zo? Waar zit u mee? Ik denk dat dat duidelijk is, want ook nu opnieuw voel je dat het een boodschap is die echt is, die vertrouwen brengt. Mm-hmm. En als we kijken de voorbije maanden, misschien zelfs jaren, is het eigenlijk heel moeilijk geweest om vertrouwen te hebben in de politiek of het politieke systeem die er op vandaag is. En dat is mijn grote vraag, van hoe gaan jullie dat vertrouwen herstellen? U hebt, daar, als ik even, u hebt daarvoor in uw mail een beeld gebruikt. Ja. U twijfelt ook een beetje aan die ploeg van 11 miljoen. Hè? Klopt, ja. Niet omdat ik zelf gevoetbald heb natuurlijk, maar een ploeg kan enkel maar functioneren als er vertrouwen is in de ploeg, maar vooral ook vertrouwen met de trainers en de trainerstaf. En op vandaag is er daar volgens mij een gap, een grote ruimte die er niet is. Want zelfs binnen de trainerstaf is er ook geen vertrouwen en ook geen goede communicatie. En dat zegt de ploeg op het veld van oké, ja... Als de trainer zegt dit of zo, wel, moeten we dat wel doen? Gaan we dat wel doen? Waarom moeten we dat doen? En daar denk ik dat de kern is van het probleem waar we vandaag gaan zitten, met alle discussie die we daarnet gehoord hebben ook, van ga ik me laten vaccineren of niet? Ga ik de maatregelen opvolgen of niet? Omdat er gewoon geen geloof of vertrouwen... En wat verwacht u van de trainer dan? Ik verwacht van de trainer vooral een goede communicatie en eerst samen met alle trainers een bepaalde strategie gaan uitstippelen van hoe gaan we naar de bevolking communiceren. En je hebt het gevoel dat dat nu nog altijd niet vlot? Nee, want als er iets gezegd wordt, hier bijvoorbeeld, 5 minuten daarna op Twitter, is er van alles aan de gang. En dat kan natuurlijk u daar ook niet aan doen. Maar ik denk als politici onder elkaar een bepaalde code of conduct of een bepaalde policy afspreken, ook, denk zelfs een sociale media policy, van kijk, als er iets gegooid wordt op sociale media, we gaan er niet op in, we gaan er enkel inhoudelijk op in. Ja, trainer. Haalbaar. Ja, er is vrijheid van meningsuiting natuurlijk. En sommigen nemen die soms wel een beetje te letterlijk. Maar mooi, ik ben ook niet de schoolmeester van de politiek. Hè. Ik probeer mijn regering te leiden. Ik doe bijzonder veel overleg met de minister-presidenten. En ik vind eerlijk gezegd dat dat goed werkt. Ik vind dat minister-president Elie de Rupo eigenlijk... Zeer veel openheid tonen en dat we heel vaak kijken hoe kunnen we elkaar vinden. Maar in mij, voorzitter Boucher, is soms een beetje lastig. Hè? Ja, maar ik concentreer mij op wie in het beleid zit. Maar uw meer globaal punt van vertrouwen in politiek, want dat is eigenlijk wat u zegt, ja, dat is natuurlijk een belangrijke. En een van de zaken die ik mij over een beetje voorgenomen heb, is te zeggen, ja, under promise, over deliver. En vrij vertaald is dat eigenlijk minder gepraat, maar meer resultaten. Ja. En ik denk dat dat een van de problemen geweest is, is dat er wordt heel veel aangekondigd en heel veel verteld. En in de woorden vallen partijen elkaar continu aan, terwijl het enige dat telt is, ja, maar wat wordt er eigenlijk gerealiseerd? U zit al behoorlijk in de politiek, hè, toch al een paar jaar. Voelt u zich dan zelf ook deel van dat probleem? Want dat vertrouwen in de politiek, ja, dat kalft elk jaar af. Ja, natuurlijk. Ziet u zelf niet alleen als een deel van de oplossing, maar ook een deel van het probleem? Ja, natuurlijk. Als je kijkt naar de cijfers en je ziet dat het vertrouwen laag is... Dus je hebt soms ook geoverpromised en geunderdelivered? Maar zoals iedereen leer ik bij. En degene die dat niet doet, ja, die moet er onmiddellijk mee stoppen. Hier heb ik nu een kans om in mijn ploeg een manier van werken aan te brengen. En ik vind dat...
Dit is een ploeg, dit is het is een nieuwe ploeg. Hè? De meerderheid van de mensen in de federale regering zijn nieuw. Die brengen ongelooflijk veel aan de tafel. Heel vaak mensen die ervaring hadden van buiten de politiek. Dat is een goede zaak. Maar ik zie hier vooral een ploeg die elkaar iets gunt en die niet continu bezig is om elkaar het vliegen af te vangen, maar die op zoek is om samen snel beleid te kunnen voeren op een belangrijk moment. Maar laat ons wel wezen, dit is een trend die al jaren aan de gang is. We gaan dat op een jaar tijd niet keren. Maar laat ons werken en maand na maand tonen dat we... Want uiteindelijk gaat het over bezorgdheden van mensen. Je hebt mensen die maken zich zorgen over hun job, over hun veiligheid. Dat zijn problemen in hun straat, in hun omgeving. Dat is waar het over gaat. En dan moeten we maand na maand tonen dat we met resultaat komen. Dat er minder gepraat is, maar meer resultaat komt. Ja. U verwijst inderdaad naar het feit dat veel politici elkaar af en toe wel eens afbekken. Of hoe zeg je dat? Er was ook heel veel ruis, denk ik, de laatste tijd tussen uw partij en N-VA. Waar u blijkbaar toch ooit eens op de koffie ging om te zeggen we zien wel een regering met jullie zitten. Dat zijn wonden die duidelijk geslagen zijn. Je voelt dat ook bij Bart De Wever, dat is helemaal nog niet weg. Zijn dat ook dingen waar u dan wil in investeren? Ja, ik vind dat jammer. Kijk, de voorbije jaren, ik denk dat ik iemand ben die met iedereen door de deur kan. En natuurlijk heb ik de voorbije maanden geprobeerd contact te houden met andere partijen. In België vorm je een regering met andere partijen. En natuurlijk... Ik denk dat mijn voorzitter daar ook zeer duidelijk over geweest is. Dat was absoluut de voorkeur om een regering te kunnen vormen met de N-VA. Dat was, Egbert Lachert is daar zeer duidelijk over geweest en natuurlijk zijn daar gesprekken geweest. Bon, uiteindelijk is dat niet geslaagd. In mijn ogen is altijd mijn regel geweest, ik ben soms wel hard op de onderwerpen, maar ik probeer voorzichtig te zijn met de mensen. En het is niet omdat ik met iemand een meningsverschil heb op de onderwerpen, dat ik die menselijk keihard moet gaan aanpakken. En ik denk dat dat heel veel mensen van politiek ook wegduwt, omdat ze een soort persoonlijk gevecht zien tussen mensen, wat in mijn ogen absoluut niet nodig is. U kan nog altijd door dezelfde deur met Bart De Wever. Ik kan dat wel en ik ga ervan uit dat hij dat ook met mij kan. Nog één vraag, premier, om dit af te ronden. We zijn begonnen met corona, laat ons eindigen met corona. Kunt u ons, de 11 miljoen Belgen van uw ploeg, een realistisch perspectief geven? Wanneer geraken we hier uit? Tegen de narcissen, zoals Steven van Gucht zegt, of tegen de paasvakantie, zoals Erika Vliegen zegt? Volgend jaar, 2021, zal een overgangsjaar zijn. En we moeten er niet van uitgaan dat we in de zomer van 2021 opeens weer naar de grote festivals gaan op een onbezorgde manier. Ik denk dat we dat perspectief absoluut niet kunnen geven. Zullen we wel duidelijk op restaurant gaan tegen volgende zomer? We moeten duidelijk zijn, de vaccinatiecampagne tegen dat iedereen gevaccineerd is, dat zal na de zomer zijn. We moeten daar geen valse verwachtingen in scheppen. Als we erin slagen om die cijfers die nu inderdaad... Ja, het is onduidelijk. Hè? Gaat het naar omhoog gaan, gaat het naar beneden gaan? Uiteindelijk hebben we dat in onze eigen handen. Maar we gaan dat nog een tijd zo moeten doen. Ik heb vaak gezegd, dit is een marathon. Ik heb op een bepaald moment gezegd, ja, we zitten nog steeds dichter bij de start dan bij de aankomst. Ik denk dat we nu ongeveer aan kilometer 30 zitten. En kilometer 30 voor mensen die een marathon lopen, dat is het moment, dat is het karaktermoment. Ja. Dat is het moment waar eigenlijk alles pijn doet. Maar de enige manier dat je nog vooruit gaat, is door karakter te tonen. Wel, in de komende maanden... Dit is het moment waar we allemaal samen karakter moeten tonen om daardoor te gaan. Hebt u wel eens een marathon gelopen? Ik heb dat nog niet gedaan. Dus het is uw eerste marathon? Het is politiek dan mijn eerste marathon, ja. Oké. Okay. Ja, dank u. Ja, hartelijk dank. En trouwens, we hebben heel veel vragen gehad, dus u zal weten wat gedaan in de kerstvakantie. Ja. Want ik heb begrepen dat u bereid bent om op al die vragen te antwoorden. Dus dat worden lange kerstdagen, maar u zit toch thuis binnen, dus dat moet lukken. En zo zijn we bij de kerstwensen aangekomen. In 2020 is het vaccin tegen corona supersnel ontwikkeld. We weten nu dat de mens geniaal is. In 2021 wens ik dat een vaccin of iets soortgelijks wordt uitgevonden tegen klimaatopwarming, tegen het gebrek aan geluk, tegen armoede. Het lukt als we het willen. Bonne année! Ik hoop dat we snel weer een normale leven kunnen leiden. Daarom zal ik me zeker laten vaccineren. Een knuffel, een kus, een glas met vrienden, een feest met familie, een festival. Dat wens ik ons allemaal zo snel mogelijk toe. Prettig eindjaar en blijf voorzichtig en gezond. Ik ben Christophe de Borsual weer en ik heb nog een wens. Ik hoop dat meer Franstalige politici naar de zevende dag zullen komen. Bon 2021.
voor mijn opa zaliger. Was de oorlog een ramp? Verzetsheld vuurpeloton in het concentratiekamp. Zijden draadje, kantje, boordje, op het nippertje vrij. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Hij leek verloren, zijn kansen heel klein. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. Daarna ging hij ieder jaar met verloerde strijd mee. Bedevaarders helpen, mijn opa werd brancardier. Het heilige waterbad, mensen doodziek maar blij. Als de nood hoog is, lijken mirakels nabij. Ze leken verloren, hun kansen heel klein. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. Denk vaak aan mijn opa zalige, de laatste tijd. Want de wereld lijkt alweer de pedalen wat kwijt. Hij zou gezegd hebben, komt wel goed, ze vinden vast een vaccin. Want als de nood hoog is, zijn remedies nabij. We lijken verloren, de kansen heel klein. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. Ja, voor de zon weer opkomt. Zo meteen komt hij hier aan tafel aanschuiven, want hij zit natuurlijk ook mee in het hele verhaal van de warmste week en die is ook volop bezig, hè, laatste dagen. Het gaat allemaal over dank u wel zeggen, daar draait het om. En wij lieten de voorbije weken heel wat warme acties zien, mensen die iets doen voor elkaar. En één iemand is ons echt bijgebleven en onze Verwinde is teruggekeerd om, jawel, dank u te zeggen. Ik ben in Minderhout, vlakbij de Nederlandse grens. En hier een beetje verder wonen René en Hilda de Vrij. Wij hebben hen leren kennen als een topkoppel in een van onze reportages voor de warmste week. En ik ben hier vandaag opnieuw om René te bedanken. Hilda lijdt aan Alzheimer en het is soms moeilijk voor hen om te communiceren. Maar toch blijft René elke dag opnieuw proberen. En ik heb daarom een boeket bloemen meegebracht. Maar ik heb ook nog een andere verrassing mee. En dat zijn deze drie fijne mensen van het contactkoor Resonans, waar zij normaal gezien samen mee zingen. Dag René, deze zijn voor jou, in naam van de zevende dag. De zevende dag. Maar ik weet ook dat jullie heel graag samen zingen, maar dat gaat nu niet. Nee, dat gaat nu niet. Maar ik heb toch een verrassing meegebracht. Echt waar? Die mooie molen
daar woont het meisje waar ik zoveel van had. Daar bij die molen. Bravo. Bravo. Dat is een echte verrassing. Dat had ik nou nooit niet durven denken. Dat had ik nou nooit niet durven denken. Ja. Bedankt, René, van ons allemaal. Uiteraard ook alle andere mantelzorgers die elke dag het verschil maken. Donderdag dan de slotshow van de warmste week. De warmste dankjewel, heet die. En niet geheel toevallig, gepresenteerd door Siska Schoeters. En ook niet geheel toevallig door onze muzikale gast, Bart Peters. Wees welkom. Jij gaat 4 uur lang dank u zeggen. Hoe gaan jullie... We gaan mensen 4 uur lang dank u laten zeggen. Zowel Martien Tange. Als mensen die minder iconisch zijn. Ja. Ja. Zegt Martien Tange dank u of vraag ze om dank u te zeggen? Nee, nee. Er mag geen dank u gezegd worden tegen Martien Tange. Dus zij wil kleine bedankjes doen. Ze had heel strikte voorwaarden. Ja. En dan wilde ze mee opgaan in... Want ik vind het een leuk concept. Ik zou het dit jaar heel raar vinden om een bedragshow te doen. We moeten nu niet... Iets met Sintekes. Geen records breken. Nee, geen records breken, dat moet nu niet. Dank u zeggen. Veel redenen ook voor jou om dank u te zeggen dit jaar, want geen evident jaar natuurlijk. Ik ben mijn moeder heel dankbaar. Die heeft mij sportiever een beetje bovenop gehouden. Dat kun je niet geloven, mijn moeder is 83 jaar. Maar dat is nu toevallig mijn knuffelcontact. We doen wandelingen tot wel 12 kilometer. Zij houdt me scherp. Ja. Ja, dat is duidelijk. Professioneel moet het wel frustrerend geweest zijn, want ja, je hebt al die lotto-arena's gevuld en dan, ja, er gingen er nog komen, dacht ik, en dan... We hebben er 15 kunnen doen, dan moet je blij zijn. We hebben 15 keer de lotto-arena mogen doen, dat was ongelooflijk. Maar vooral als we ons toen zouden gezegd hebben, exact dit wat er nu gebeurt, dat was dus in het begin van 2020, over een maand moet je dat uit je kop zetten en nog wel voor een tijd. Ik dacht van... Absurde film, Kafka, daar loop ik niet, het Leugenpaleis, daar loop ik niet in. Maar het bleek dan inderdaad zo te zijn. En het komt wel goed, hè? Het heeft alleen nog wat tijd nodig. En die tussenoplossingen, die zinnen mij minder. Ja, want je hebt artiesten, zoals Chef Nee bijvoorbeeld, die heel vaak op Facebook een klein optreden doet. Dat inderdaad, je hebt niets meer gedaan. Ja, maar, jawel, ik ben in de muziek gegaan omdat het kon. Ik wilde het al sinds mijn 7e. Maar ik had nu eenmaal voor dat het eerst bij de televisie veel beter lukte dan in de muziek. Mijn droom was altijd van te mogen, alsjeblieft, te kunnen een muzikant zijn. En dan op een bepaald moment lukt het. En dan terug de televisie gebruiken, namelijk via online of zo, voor je muziek, dat leek me raar. Maar we hebben heel hard gewerkt aan een nieuwe plaat. Alleen, ze komt nu nog niet uit, omdat wij de gewoonte hebben van pas een plaat uit te brengen als er perspectief is op optredens. We hebben wel, zoals bijvoorbeeld Voor de zon weer opkomt, dan heb je een single, dat klinkt zo heel 60s, want dat is eigenlijk een bestandje op Spotify of op YouTube. Hè. Dat is dat, hè. Ja. Maar je hebt eigenlijk niets meer opgetreden sinds je gestopt bent met het begin van de eerste lockdown. Want van de zomer waren er soms nog dingen mogelijk. Nee, één keer. Het was in een zaal met een gemondmaskerd publiek. Dat was ook voor mij heel speciaal. En met weinig publiek. En die zaten in bubbels. En dat was gewoon omdat we wilden onze nieuwe plaat toch eens één keer uittesten voor een live publiek. Dat wij zo spelen en nog eerder geconcentreerd. En ineens zien we die zaal uit hun dak gaan, dachten, oei, dat is nog niet. Oh, dat wisten we zelf niet. En dan moet je ook aan die mensen zeggen, blijf alsjeblieft zitten, want er is iets, het heet corona. En wat kunnen we dan verwachten van Merci voor de muziek, de kersteditie van de week? Ja, dat is uiteraard vanzelf ook zonder publiek. Ja, we hebben die al opgenomen. Dus wij hadden gezegd, Merci voor de muziek, we gaan die tweede reeks pas maken als mensen elkaar terug mogen huggen. Ja. Want dat is eigenlijk een soort omhelzingsprogramma. We hebben geen woord gehouden, we hebben nu die kerstspecial gedaan, van op een hele mooie locatie. Het heeft zelfs iets van een gala met heel grootse muziek. Alleen natuurlijk totaal geen publiek. Wel fantastische live zangers, muzikanten. En dat gecombineerd met interesse in mensen. En is er dan een oplossing om toch iets van publiek te suggereren? Applaus? Of... Ah, wel, ik ga dat zeggen, dat ontroerde mij. Dat is de eerste keer in heel mijn leven dat ik heb meegemaakt dat de technische mensen van achter de camera, die applaudisseerde. Ik dacht, hoe kan dat nu? Ik hoor applaus. Ja. Ik hoor applaus. En dat waren gewoon de mensen die daar vanwege betrokkenheid mochten zijn. Dat heeft me echt geraakt. En het wordt uitgezonden, dus
Kerstdag. De special, de kerstspecial van Merci voor de Muziek, op tweede kerstdag, dus nu zaterdagavond. En Nora en ik en alle mensen die betrokken zijn, zijn heel trots op dat programma. En de koning en de koningin, zijn die daar ook terug in te zien? Nee, want die... de dag ervoor met Siska Schoeters, met die marathon voor de warmste week, zijn wij het voorprogramma van de koning en de koningin. Want dan daarna wordt er een live concert gegeven op het paleis. Ja, er staat veel te gebeuren de volgende week eigenlijk. Ja, absoluut. En dan dus die nieuwe plaat die klaar is, maar nog niet gereleased wordt. Voor wanneer de zon opkomt, staat daarop. Die heet trouwens, die plaat, De kat zat op de krant. In die krant stond ongetwijfeld veel corona. Is het een coronaplaat geworden? Want in dit liedje zien we ook al een beetje een verwijzing van jouw geweldige papi tot toch de link met het vaccin van de dag van vandaag. Ik had een hele positieve opa die de oorlog heeft overleefd als verzetsheld. En mocht ik nu met hem praten, dan zou hij zeggen... Manneke, doe niet onnozel. Ja. Dat komt allemaal goed. En dat is ook de enige referentie naar corona die op de nieuwe plaats zal staan. En dat de kat zat op de krant, ik heb dat niet verzonnen. Inderdaad, ik lees nog een papieren krant, ik ben nog zo iemand. Hè. En dus als je de krant legt... We hebben een oude kater en die komt met zijn dik gat altijd op de gazet zitten. Waardoor bepaalde dingen uit het nieuws mij enigszins ontgaan zijn. Houden zo, zou ik zeggen. Straks ga je nog Liefde is alles brengen als een klassieker. Hè? Ja. Maar dan eentje die we wel kunnen gebruiken, denk ik, deze dagen. Dat is voor straks, Bart Peeters. Dank je wel. Laten wij inderdaad nog even stilstaan bij die warmste week. Want zoals elke zondag brengen we ook vandaag een warm verhaal. Lonne van Erp trok naar de hotelschool Rizo in Kortrijk, waar Hannes, Stijn, Lien, Laurence en Tony haar COVID-proef stonden op te wachten. Deze vijf jonge mensen met een mentale beperking zijn zich volop aan het voorbereiden om samen te gaan wonen. En samen koken hoort daarbij. We leren om te koken om zelfstandig te zijn. De vrouwen, we gaan koken en de mannen gaan keuzen. Onze vijf jonge volwassenen gaan volgend jaar in september samenwonen. Dus zij gaan zelf voor hun potje moeten instaan. De mama's gaan niet aanwezig zijn om hun eten klaar te maken. Dus wij hebben een oproep gedaan. Wie wil er kookinitiatie geven? Zodanig dat ze terug een beetje een basis hebben voor als ze alleen gaan wonen. We genieten, Eline. Wij hadden de oproep op Facebook zien passeren en als hotelschool, dat is ons passie. En wij zien zo graag mensen, dus het is fantastisch als we daarbij kunnen helpen. Kom goed overeen. Het lukt wel, Tony. Mag ze nog eens komen als jullie in het huis wonen dan? Ja. Maar wat heb je gezegd? Wat moeten we meebrengen? Taart. Wij hadden heel veel oproepen van kandidaat Hobbykoks. Dus hebben wij beslist, samen met de warmste week, van wie maken er een warmst jaar van. Lekkere balletjes? Fantastisch. Ah, fantastisch. Wij gaan om de 14 dagen een kookworkshop organiseren om iets wat de gasten hebben aangegeven te leren koken. Ja, ze hebben er nu super goed tevreden. En? Naar de laatste twee jaar. Ik ben trots op mezelf. Wij geloven sterk in het kunnen van onze gasten. Dat zij elkaar gaan versterken, dat zij elkaar gaan helpen en dat zij echt wel zelfstandig gaan kunnen wonen. Zij kunnen heel veel aan, veel meer dan dat we denken. Ja, super. Heel lekker. Ja, en die mooie reportage bracht ons naadloos bij ons volgende thema, de helden van de zorg. Want als er één ding toch nog goed is aan 10 maanden coronamiserie, dan wel dit. We leerden hen kennen en we leerden hen vooral heel hard waarderen. Met ongeziene maatregelen wil de overheid de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus winnen. Het gaat niet meer. We bereiden ons voor. We doen al wat we kunnen. Maar we moeten stoppen met tijd te verliezen. Het is 11:55. Hè? Het is 11:55. Ja.
Ja, en drie helden, dat wil ik toch wel zeggen, van de zorg aan onze tafel. Wil ik jullie alle drie kennen door de coronacrisis. Welkom Geert Meijfroot, hoofd intensieve zorg van het UZ Leuven. Naike Costa, directeur van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Assenede. En Ellen De Neut, vroedvrouw van AZ Jan Portaals in Vilvoorde. Maar we hebben jou leren kennen in een vlog van Linde Merkpoel, hè, want je bent op de corona-afdeling gaan werken. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Kijk daarop terug. Een beetje toch met gemengde gevoelens. Ja. Omdat ik had mij met de eerste golf opgegeven, vrijwillig eigenlijk, om te gaan helpen samen met andere collega's in het ziekenhuis. En in die vlog was je heel emotioneel. Het lukte niet meer. Je zat er echt door. Hè? Ja, zeker de eerste golf. Ja, het is onbekend, hè, voor iedereen. We wisten niet goed wat ons te wachten stond ook. Dus dat was toen wel... Dat was moeilijk, ja. En ook voor u, denk ik, ja, u kwam ook wel in die eerste golf terecht, hè, ondanks al uw ervaring. Hoe was dat voor u? Ja, wel, voor ons is dat natuurlijk... Het is onze job en dat hebben we voor gekozen. En we doen dat ook graag om voor de allerziekste mensen van het hele ziekenhuis en waarschijnlijk van het hele land te zorgen. En we kunnen dat ook perfect aan. Maar het ging natuurlijk, we werden natuurlijk overspoeld. En dat is het. Hè. Het medische probleem van COVID is voor een intensivist is geen onoverkomelijk iets. Het gaat over het logistieke, het gaat over het overspoeld worden van het hele systeem, over niet meer ons werk kunnen doen zoals we het normaal doen, over het niet meer kunnen zorgen voor andere kritiekzieke mensen die we eigenlijk hebben moeten soms buiten duwen of buiten is dat houden. Is dat een van de zwaarste dingen geweest, dat je inderdaad een aantal mensen de zorg hebt moeten ontnemen omdat er zoveel andere zorg vroeg? Ja, wel, zo het uitstellen van geplande chirurgie, of van wat uitstelbaar was. Maar uitstelbaar is altijd heel relatief. Als je voor een longkankerchirurgie staat, dat is uitstelbaar in de zin dat dat niet diezelfde dag en diezelfde week moet gebeuren, maar krijg het dan maar te horen. Dat dat op de lange baan wordt geschoven en dat je niet meer weet wanneer dat doorgaat. En ik heb de voorbije weken niet COVID-intensive care gedaan vooral. Dus dat was 30% van onze bedden nog. Nu, die bedden zijn normaal leeg. En normaal liggen al onze bedden vol met niet-COVID-zorg, hè, in een ander jaar dan 2020. Dus wat we daar hebben moeten realiseren van krapte, van keuzes die we hebben moeten maken, hoe hard we daar gewerkt hebben, want degene die daar overbleven. De ernst van ziekte daar was gigantisch. Ja. En dan voor u persoonlijk in die eerste golf ook nog eens in een mediagolf terechtkomen. Ja, dat is waar. Met plezier gedaan in de zin dat, ook al is het heel druk, hè, maar ik merk heel fel ook in mijn omgeving dat het voor heel mensen weinig bevattelijk is en een heel abstract probleem is het COVID. De meeste mensen zijn natuurlijk niet ziek en zijn gewoon thuis. En ja, wij voelden ons een beetje in de rol van de verslaggever ter plaatse. Wij zijn degene die echt hebben gezien hoe ziek de mensen waren, dat het een werkelijk probleem is. We hebben tegen heel veel COVID-negationisten moeten vechten of argumenteren. Maar dat blijft toch wel onze rol en onze plicht om echt erop te tonen van dit is echt een ernstig probleem dat niet alleen de ouderen treft, maar ook jongere mensen heel erg ziek van kunnen zijn in de zin dat ze in levensgevaar kunnen zijn. Maar de ouderen zijn inderdaad zwaar getroffen. Ik las dat we de kaap van de 10.000 mensen hebben bereikt, of hoe moet je dat noemen, en die zijn gestorven in woonzorgcentra. Dus de grootste deel van de slachtoffers zijn toch daar gevallen. Hè. U bent directeur van zo'n woonzorgcentrum. We hebben u zo ook leren kennen hier in deze studio. Hoe was het voor u het afgelopen jaar? Ja, het is een heel heftig jaar geweest. Een moeilijk jaar ook. Hele diepe dalen, moeilijke momenten. Zat u soms echt op uw tandvlees? Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker. Als een Hans Bonzorcentrum heel veel mensen ziek worden, heel veel medewerkers ziek worden, ja, dat treft u. Zijn er veel mensen gestorven bij u? Ja, uiteindelijk 28. Van? Op een... Van de 148. En hoe gaan jullie daar inderdaad mee om? Want dat treft iedereen, hè? Dat treft iedereen, maar we hebben eigenlijk ook geen tijd om daar nu al bij stil te staan, omdat die tweede golf is er al, de derde golf komt er misschien ook wel aan. Dus zo echt de tijd gehad om daarbij stil te staan en om echt te rouwen, dat is er nog niet geweest. En is het ook een frustrerend jaar geweest? Ja, absoluut. Ja. En waarom? In welke zin? Vooral niet gehoord worden? Of? Ja, het tekort aan materiaal, het tekort aan testmateriaal, de richtlijnen die altijd maar veranderden. Is dat nu helder? Is er op dat vlak toch enige rust gekomen? Ja, dat is wel. Dat is zeker wel. Zeker voor de tweede golf waren we daar klaar voor. Waren er heel veel, was er testmateriaal, was er een teststrategie, was er ook beschermingsmateriaal. Maar het is zeker heel frustrerend. Is dat ook zo in de ziekenhuizen, dat er wel lessen getrokken zijn uit de eerste golf? Ja, absoluut. Hè. Zowel binnen de ziekenhuizen zelf als ook de overkoepelende regulering van hoe we het gaan doen.
Ik denk dat elke arts weet dat als je echt in nood zit met een patiënt of met een groep patiënten, dat je de intensivist belt en dat die het oplost voor jou. Deze keer hadden we heel veel op te lossen. En zoals ik al zei, het is een logistiek probleem. Wat we geleerd hebben uit de eerste golf... In de eerste golf hebben we eigenlijk doelstellingen uitgezet samen met de overheid. De Belgische Vereniging was daarin betrokken. En dan eigenlijk alle ziekenhuizen op zich die targets laten halen. Maar is er eigenlijk weinig tussen ziekenhuizen verdeeld. Mm. Nu, als we de gegevens uit de eerste golf hebben geanalyseerd, hebben we gezien dat ziekenhuizen waar je in overcapaciteit moet gaan, dat dat voor de patiënten ook niet goed is. En dus hebben we in de tweede golf veel meer ingezet op het herverdelen van patiënten om te proberen zo lang mogelijk iedereen binnen bestaande capaciteit te houden. Nu, die tweede golf was zo hoog, want ik denk dat weinig mensen zich dat realiseren, hoe hoog we hebben gezeten. Want als je combineert met de mensen die we in de bijgecreëerde bedden, dan nog buiten intensive care en naar het buitenland hebben getransporteerd, zaten we tussen de meer dan 1700 patiënten. Het was veel, veel zwaarder dan de eerste golf, absoluut. Ja. Nu, jij zegt van ja, de eerste golf, we hebben dat ook gezien bij Linde, dat kwam heel hard binnen bij jou. Tweede golf, was dat voor jou dan ook anders? Was je al wat meer gewapend? Ja, je had de ervaring al natuurlijk, hè, dat je, wat je op de eerste golf had meegemaakt. Dus in dat opzicht wisten we wel een beetje wat aan ons te wachten stond, wat we gingen moeten doen qua zorgen. Ik vond het persoonlijk moeilijker om niet te weten hoe lang je dan vertrokken was opnieuw. Die tweede golf, die brak aan. Iedereen zag dat ook gewoon aankomen. Maar dat was het moeilijke. Ik begin vandaag en wanneer kan ik terug? En is dat ook de frustratie van... we hoorden dat inderdaad vaak mensen zeggen, wij zagen vanuit de medische sector die tweede golf aankomen en dat die te lang is ontkend, waardoor dat echt een grote golf is geworden. Dat is nu echt... Als er één ding... Één groot, voor de rest kan je zeggen, dit is ons overkomen en geen enkel land is perfect. Maar eind september, wat we daar hebben gedaan, dat is voor mij nog altijd onvergeeflijk. En als ik er, hoe harder ik over nadenk, hoe boos ik erover word. De versoepelingen die men heeft toen gedaan, terwijl men de cijfers zag omhoog gaan, en wij wisten toen heel goed wat er op ons af ging komen. En het is, ja, het is nog erger geweest dan de eerste golf. En dat is eigenlijk... Ja, dat is heel, en dat heeft heel veel mensen heel boos gemaakt, ja, inderdaad. Tegelijk is er ook heel veel waardering geweest. Hè? Dat is ook het mooie misschien van dit jaar. Heeft dat bijvoorbeeld mensen die op straat kwamen, witte vlaggen uitgingen, allerlei acties, heeft dat jou ermee doorgetrokken? Goh... Dat is leuk om te weten natuurlijk, hè, dat er zoveel appreciatie is. En er waren ook veel lokale handelaars bij ons dan die eten en zo voorzagen, omdat ze er, ja, de horeca was dan gesloten, dus konden ze er toch niks mee doen. Dus dat wordt dan ook allemaal gegeven. En op zich is dat allemaal... Dat is wel leuk om te weten dat je, ja, dat je die steun hebt. Nu, Naike, misschien is het dan nog belangrijker dat ook de overheden zich aangesloten hebben bij die waardering. Ja. Hoe belangrijk is het dat de Vlaamse regering jullie loonsopslag en meer mensen heeft toegezegd? Dat is zeer belangrijk geweest. Hè. Het is duidelijk geworden dat de ouderenzorg echt wel ondergefinancierd was. En ik ben blij dat men daar ook op beleidsmatig niveau ook zijn conclusies heeft uitgetrokken. Ja. Is dat voldoende? Want ja, het gaat vooral inderdaad ook om mensen te overtuigen om in die zorg te stappen. Merk je toch dat op dat vlak ook het beroep terug een boost heeft gekregen? Ik heb wel dat idee of dat gevoel wel, maar het was een eerste goede stap in de goede richting. Ja. Ja. Nu, het heeft ook heel wat gekost aan de mensen. We hebben het ook gezien uit de beelden van de mensen in een rusthuis bijvoorbeeld, hè, die opgesloten zaten, aan het vereenzamen waren. Ook de schijnende reportage, denk ik, in Ter Zake. Bezoekers die moesten komen zwaaien. De afgelopen week. Hoe is dat intussen? Is dat wel beter geregeld? Ja, wij hebben daar echt wel onze conclusies uit getrokken. Hè, die eerste was dat lockdown. Misschien te rigide, te streng in het begin? Maar het kon ook niet anders. Er was geen beschermingsmateriaal. Als je op dat moment mensen binnenlaat, dan ontspoort het heel snel. En dan hou je het absoluut niet meer onder controle. In de tweede golf was er beschermingsmateriaal, waren er heel wat procedures. En dan konden we wel bezoek toelaten. En ik denk dat dat iets is geweest. We hebben er heel snel onze conclusies uit getrokken dat het heel belangrijk is om toch bezoek of toch zo een stuk, ja, evenwicht te vinden tussen veiligheid, maar ook warmte, bezoek voor onze bewoners. Dat is bij jullie niet anders, hè? Bij ons is dat niet anders, maar bij ons natuurlijk, zeker op de COVID-afdeling, ja, dat is natuurlijk een afdeling die boordevol COVID zit, dus waar we geen bezoek kunnen toelaten. En ook in de rest van het ziekenhuis. En we zijn en niet dat is ook ziekenhuis. Zo gebleven? Dat is in de tweede golf, dus dat is eventjes versoepeld geweest tussen twee golven. In de tweede golf is dat terug ingesteld geweest. En dat is helemaal niet zoals wij wensen te werken. Want natuurlijk, iemand die heel kritiek ziek is, die is
weggesneden van zijn familie. En die familie heeft het ook heel moeilijk om te kunnen volgen. En dus we hebben elke dag gebeld. En zodra de mensen wakker waren, wel iPads en communicatiemiddelen toegelaten. En als het heel slecht ging en dus mensen dichtbij overlijden waren, hebben we ook altijd bezoek toegelaten. Maar dat is hartverscheurend. Het is eigenlijk dat is niet onze standaard. Frank, dat je pas iemand mag toelaten als eigenlijk het einde echt in zicht is. Ja, inderdaad. Ja. Maar het gevaar natuurlijk van de omgeving te besmetten. Of vaak de omgeving die zelf ook ziek is. Want het is dat vaak in één gezin dat ze allemaal ziek zijn. Dus die je ook niet wil binnenlaten in je ziekenhuis. Dus dat zijn, maar dat is vreselijk. En er komen nu ongetwijfeld weer moeilijke dagen aan voor jullie bewoners. Want met de kerstdagen, de bezoekregeling blijft heel strak. Hè? Ja, de bezoekregeling blijft heel strak. Zeker als we zien dat die besmettingen... Is het één knuffelcontact of hoe is de regel? Dus er is één vaste bezoeker. En dan om de 14 dagen komt er nog een tweede bezoeker bij die kan wisselen. Dat is inderdaad niet veel. Wij weten dat, wij beseffen dat. Maar zolang dat die cijfers ook zo hoog zijn en nu terug ook de hoogte ingaan, kunnen wij niet anders. En aanvaarden jouw bewoners dat? Ja, wij communiceren daar heel veel over. Wij praten daar heel veel over. Er wordt ook daar heel veel over alternatieven over aangeboden ook. En wij benoemen het ook, die empathie is er ook. Van we weten, het is lastig. Wij weten en we beseffen dat het moeilijke dagen zijn. Ja. Dan moeten we het helaas, denk ik wel, over die mogelijke derde golf hebben. Elk wel bij jou beginnen. Ik heb begrepen, je hebt tijdens de tweede golf bij je opnieuw op de afdeling gaan werken. Ja, ja. Zou je dat nu, als er een derde golf komt, nog eens doen? Goh, ik heb de laatste weken... Geen probleem. De laatste weken dat ik op de corona-afdeling stond, heb ik het daarover gehad met een collega. Het was moeilijk toen op dat moment. En ik had tegen mijn collega gezegd, de volgende golf, het is voor iemand anders een keer. En zij had toen direct gezegd van, ik haal hier heel veel voldoening eigenlijk ook uit. Dus ik ga wel terugkomen. Ik zeg, ik niet. Maar nu ben je aan het keren? Of? Ja, ik heb een beetje afstand kunnen nemen omdat ik terug als vroedvrouw op mijn dienst sta. En eigenlijk nu van ver, ik heb ook nog altijd contact met mijn collega's, hoe gaat het daar? Ja. Dus als ik daarover nadenk en als de derde golfer gaat zijn, denk ik wel dat ik... Geert Meijfroot, we hebben in het gesprek met premier De Croo de jongste cijfers gegeven. Het aantal opnames stijgt, het aantal sterfgevallen begint ook weer te stijgen. Ja. Is die er, die derde golf? Tuurlijk. Die is er eigenlijk al. Dus we weten dan nu al dat we na de kerstvakantie terug omhoog gaan. Gaan we dus nu hetzelfde mechanisme van die exponentiële... Wij gaan natuurlijk de keuze niet hebben of we er gaan instappen of niet. Het zal op ons afkomen, maar die zal er komen. Het enige wat we nog kunnen doen, is hem echt zo klein mogelijk houden. En dat is heel belangrijk. Hè? Dus er gaat een opstootje komen. En of dat we dan nu een golf noemen of niet, wat dat we in augustus hebben gezien in het Antwerpse, noemen we dan een golf of niet, maar er gaat een opstoot komen. Maar het is nu de zaak om die naar beneden te houden. En inderdaad, zoals u zegt, het exponentiële. Hoe vroeger dat je daaraan begint en hoe beter dat je dat doet, hoe kleiner dat je maakt. En doen we het dan in deze keer goed? Want u zegt, mijn grootste frustratie is die tweede golf. We zagen hem komen en dan hebben ze beleidsmaatregelen genomen die dat eigenlijk nog verergerd hebben. Heb je terug diezelfde frustratie? Ik vind het nu moeilijker, omdat ik het nu moeilijker vind om te zien waar het vandaan komt. Ik denk dat er drie dingen zijn. Ik denk, één is toch het onderwijs. En dat ligt nu natuurlijk stil. De vraag is, gaan we dat terug openzetten? Ik ken daar niks van. En als je daar iets over zegt, krijg je onmiddellijk duizenden boze mensen. Ik ga dat ook niet doen, maar dat is toch een factor die een rol speelt. En tweede is, denk ik, buitenland. Buitenlandse contacten, dat we nu wel iets aan gaan doen. Zij het zeer vrijblijvend. En dat is misschien het enige dat ik betreur. En het derde is het meewerken aan... De grenzen echt sluiten? Gewoon dat doen? Zoals in Als je zegt, in plaats van te zeggen, ik raad af om te reizen, verbied het, dan maakt het ook mensen makkelijker om hun annuleringsverzekering aan te spreken. Ik heb iets geboekt. Ik heb nu niks geboekt, maar stel, ik heb iets geboekt en de regering raadt het mij af. Ja, gaat mijn verzekeringsmaatschappij zeggen, we gaan het u terugbetalen of niet? Dus ik denk dat dat een duidelijkheid is. Maar de derde is, denk ik, de belangrijkste, is toch die motivatie terugvinden van iedereen om er zich aan te houden. En ik heb de indruk dat dat wel aan het keren. Als ik in mijn eigen omgeving kijk, mensen die toch van plan waren om in meer of minder maat te zondigen met de feestdagen, die nu hebben gezegd, we gaan het niet doen, het is duidelijk. En dat gaat ons redden, want Thanksgiving in de Verenigde Staten en in Canada, dat heeft een gigantische opstoot veroorzaakt. Hè. Ik herinner me trouwens beelden van, denk ik ook een vlog van Lynn, het kan bijna niet anders, of bij ons in het programma heb je ook gezeten, dat je zei van, ik ben eigenlijk gefrustreerd als ik inderdaad sms'jes krijg van mijn vrienden dat ze dingen gaan doen. Mm-hmm. Is dat nu ook zo? Heb je toch de indruk dat er toch nog altijd veel mensen dingen doen? Minder ook ten opzichte van de eerste golf. Ik probeer mij er ook een beetje minder in te frustreren, want dat werkt alleen maar nog erger op je gemoed. Dus, Hoe is het op het ogenblik in het rusthuis? Zie je daar ook al een begin van derde golf? Op dit moment nog niet. Ik houd vast. Ondanks dat je in West-Vlaanderen zit. Nee, in Meetjesland. Meetjesland. Ja, dus bijna West-Vlaanderen. Ja, dus, nee.
op dit moment is iedereen nog veilig en geen besmettingen. Dus ik hoop het zo te houden, maar het kan elke dag ook wel keren. Dat beseffen we wel. Vind jij ook dat de regering misschien toch strenger had moeten geweest zijn vrijdag? Zoals dat dokter Meefroot ook zegt, ik denk rond de reizen, het vrijblijvende karakter daarvan, dat heeft wel een wrang gevoel. Ja. En natuurlijk, het is niet alleen het reizen, maar zoals u zegt, kerst. Ja, er zijn toch heel veel mensen die denken van, ja, dat ene knuffelcontact, als dat er nu 2 zijn of 3, geen 10, maar... Ja, mensen... We zijn Vlamingen, we vinden altijd dat er een beetje rekjes, hè? Ja, er is altijd een achterpoortje, ja. Hebt u daar enig begrip voor, dat iemand zegt, ja, maar niet alleen mijn moeder, maar misschien ook mijn vader? Natuurlijk heb ik daar begrip voor. Het is zeer menselijk en het zijn emoties die we bij onszelf ook moeten onderdrukken. Hè. Natuurlijk zouden we dat allemaal willen. Maar ja, ik hoop dat de mensen de motivatie vinden om het nu niet te doen en te beseffen dat uw individueel gedrag echt wel een rol speelt. Hè. Van niet te denken van, ja, het zal mij wel... Zoals mensen die op vliegtuig stapten en zeiden, ik heb de vorige keer ook niemand besmet, hoorde ik iemand zeggen onlangs in het nieuws. Dan dacht ik, ja, oké, gaan we daar nu? Wordt dat nu de norm? Ik heb vorige keer niemand besmet. Dus... Nee, dus je moet beseffen dat je eigen individueel gedrag dat heel veel bepaalt. En als we dat doen... Dan gaan we het naar beneden krijgen. Hè? Want het is niet alleen wat de regering afkondigt, maar ook de compliantie. En we kunnen niet in elk huishouden een politieman zetten om te zien hoeveel knuffelcontacten dat er nu zit. Laten we eens uitkijken naar 2021, waar we bijna zijn. Hè? Het perspectief. Waar hoop jij op? Waar ik op hoop? Dat is een verschil met wat ik denk, natuurlijk. Ja, maar dat mag je twee zeggen. Ja. Ja, ik denk inderdaad dat we misschien wel voor een derde golf staan. Dus dat we er nog niet direct vanaf zijn. Natuurlijk. En waar hoop je op? Voor mij zou het ideaal zijn, moesten er lichte versoepelingen kunnen komen die dan langer worden aangehouden, in plaats van... Echt loslaten, eigenlijk, wat er een beetje in de zomer misschien is gebeurd. Dat we ineens veel mensen mochten zien, om dan achteraf terug alles toe te draaien. Ik denk dat het beter is dat er lichtere versoepelingen komen die dan... Want kan je leven met het virus? Want dat was het hele idee achter die versoepelingen. Hè? We kunnen daarmee leven. Lijkt minder en minder zo te zijn. Hè? Dat we inderdaad, als we het niet volledig plat slaan tot een bepaald niveau, dat het niet mogelijk is om tussendoor een normaal leven te houden. Het gaat een hele lastige winter nog worden. Want wat is het perspectief? We hebben hier de vraag al gesteld. De krokussen, zoals Steven van Gucht zegt, of Pasen, zoals Erika Vliegen zegt? Ja, dat vind ik moeilijk om op te antwoorden. Ik denk dat we nooit een behagelijk gevoel gaan hebben tot als we een groot stuk van de bevolking gevaccineerd gaan hebben. Dat het altijd onbehagelijk zal zijn en dat we moeten durven geloven en een lijn aanhouden in wat we nu gedaan hebben. Dat geloof ik wel heel fel. Maar ook durven van als we het zien, omhoog gaan van terug te verstrengen. Want we mogen niet boven de 600 à 800 intensive care patiënten gaan. Dat is echt het absoluut maximum dat we aankunnen. En dat van die 2000 bedden, dat is gewoon een mythe. Dat is nog eens een rekening houden met een buitengewone inspanning die we niet oneindig gaan kunnen volhouden. En wat mogen we u toewensen voor het komende jaar? Wat innerlijke rust, maar ook rust voor de bewoners, voor de sector uiteindelijk, voor mijn medewerkers ook. Dat ze ook terug gewoon naar het werk kunnen gaan zonder die angst en die ongerustheid om terug een besmetting binnen te krijgen. Ja, want jullie gaan natuurlijk als eerste eigenlijk heel veel vaccinaties kunnen doen. Daar staan we nu voor. Ja. Dat betekent dat je misschien wel hoopt dat er tegen de zomer, toch wat het woonzorgcentrum betreft, al wat perspectief zal zijn. Ik hoop het. Ik hoop eigenlijk dat we terug op woensdagmiddag die grote activiteiten kunnen doen en dat er terug met alle bewoners kan gedanst worden, want die worden daar heel gelukkig van. En gaan de meesten zich laten vaccineren, denk je? Ik vermoed van wel. Jullie gaan dat alle drie ook doen? Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ik denk dat ik nog één ding wil meegeven, dat is perspectief van de intensivist als kerstwens. Hè, dat is een soort van veerkracht. Hè. Ik denk dat wij als geen ander weten hoe kwetsbaar de mens is, hoe diep dat die kan gaan en hoe slecht dat die kan zijn, maar ook hoe dat je kan terugkeren. Hoe je kan, echt hoe slecht je ook geweest bent, terugkeren. En ik denk dat dat als maatschappij ook kan. We hebben heel diep gezeten en we gaan er nog lang voor staan. We hebben nu wel dat perspectief van die vaccins. Maar die veerkracht zit er. We gaan veel rapper terug gelukkig en normaal kunnen leven dan dat we denken. Oké, laten we daar naar uitkijken met z'n allen voor 2021. Bedankt om te beginnen voor jullie zorg en bedankt ook voor dit gesprek. Graag. En dat brengt ons bij een nieuw reeksje kerstwensen. Ja. Waar ik naar uitkijk is de dag waarop dat de maskers af mogen. Dat ik eens weer kan genieten van als er mensen naar mij glimlachen of misschien een kwade grijns of een pruilip trekken. Dus laat de tijd dat de maskers afvallen maar snel komen. Mijn wens voor 2021 is terug te kunnen vechten, hopelijk 30 januari vechten voor de wereldtitelgevecht. En ik kijk daar enorm naar uit. Ik heb 2 jaar de ringdienst staan en het laatste jaar kwam het mede door het hele corona gebeuren. Dus ik hoop dat wij heel snel terug kunnen naar het normale leven. En nogmaals, ik kijk uit naar mijn wedstrijd van 30 januari voor de wereldtitel. Tot snel.
Voor 2021 wens ik dat iedereen weer op een ongedwongen manier familie en vrienden kan zien. Zelf hoop ik dat ik dan weer gewoon naar een vriendin kan bellen en zeggen: oh, springmorgen is binnen voor het ontbijt, is door deze de taart staan klaar. En als het dan weer mag, dan gaan wij ontbijten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Gelukkig niet meer. En voor onze muzikale gast Bart Peters wordt het een bijzonder drukke kerstweek. Presentator van de slotshow van de warmste week en ook van de kerstspecial van Merci voor de muziek. En dan werkt hij ook nog, u hoorde het hem zeggen, aan nieuwe muziek. Maar dit kent u ongetwijfeld al. Liefde is alles. Heel toepasselijk in deze donkere dagen. Hij wou dikwijls over gaarne zien gelogen. Ik denk hierbij aan boysbands, goor en plat. En verstoken van het geestelijk vermogen om hallo te roepen in een koe haar gat. Liefde is alles. Liefde is alles wat er blijft wanneer de rest verloren is. Leg je hand in de mijne tot we samen verdwijnen. Onhoorbaar en onzichtbaar worden, onpeilbaar of iets van die orde. En zonder loopt het meestal ergens mis. En zonder loopt het meestal ergens mee. Mike en Yvonne Smulders. En dan ineens gaat de deur dicht. En zegt men, blijf rustig hier binnen. Want buiten is het gevaarlijk. En je moet vooral afstand houden van de mensen. En je moet een mondmasker opdoen. Dat mondmasker is om je stil te houden, zwijgzaam. Een van de opmerkelijkste gasten van het afgelopen jaar in de afspraak. Roger Liebaert, 89, rusthuisbewoner, maar allesbehalve een man zonder mening en zonder stem. Goedemiddag, Roger. Je schreef ook, dat was de aanleiding eigenlijk, een open brief voor KNAK, waarin je wou gehoord worden, ook als rusthuisbewoner, ook als 89-jarige. Dat gehoord worden, dat is denk ik toch redelijk goed gelukt. Ja, ik moet zeggen dat ik... De respons op die brief die heeft mij overweldigd. Ik had dat niet verwacht. Onbekende mensen die ik tegenkwam toen dat we nog even tussen de twee perioden buiten mochten, die zeiden, ah, dag José, ik wil van mijn scooter, moet ik zeggen. Toch, ja. Ik ken die niet. Een tijdje verder, weer, ah, dag José. Dat is vriendelijk dat de mensen mij goeiedag zeggen. Ja. En ze vragen ook om vriend te zijn op Facebook. Ik heb geantwoord, heel de wereld is mijn vriend, maar ze moeten me niet allemaal op Facebook vriendschap zetten. Maar je punt was heel duidelijk. Mensen in het rusthuis die worden monddood gemaakt. Letterlijk de mond gesnoerd door dat masker. De deur gaat los, we kunnen niemand bezoeken, we kunnen niks zeggen. Is daar iets mee gedaan? Is daar gehoor aan gegeven? Nee, want er is terug een opleving. Ja. En het resultaat is dat de deuren terug heel stevig dicht zijn. Het minste dat er gebeurt, worden we getest, allemaal. Maar dat is misschien goed. En ik moet zeggen, dat is geen slecht ding. Maar alleen, men plukt er dan enkele tussenuit die wel positief getest zijn. Die moeten er dan tussenuit blijven. Die verdwijnen. Je weet het niet. Dat is ook zoiets. Wordt dat dan niet gezegd, wat er met die mensen gebeurt? Nee, dat wordt niet gezegd wie dat er positief is. En waar dat ze naartoe gaan, dat weet je niet.
Er wordt wellicht toch veel dan over geroddeld, neem ik aan, de geruchtenmolen. Wat zou jij dan wel willen? Want de cijfers zijn natuurlijk wel weer wat ze zijn. Ze zijn aan het stijgen. Hoe zou jij het dan doen? Ten eerste zou ik willen zeggen dat het niet aan de ouderen is dat die cijfers stijgen. Men maakt me dat niet wijs. Want die zitten binnen. Die zitten binnen. Ja. En natuurlijk is dat een Sinterklaas komt die positief is. Zoals in een rusthuis gebeurd is. Hè? Zodat het gebeurt. Dan denk ik, ik kan beter wegblijven. Hè? Maar dan zeg je eigenlijk, bezoek is gevaarlijk. Hè? Ja, bezoek is gevaarlijk. Ik zou willen zeggen, de mensen die zich positief weten, dat ze die wegblijven vanuit zichzelf. Die moeten geen contact zoeken met andere mensen. Maar je weet het natuurlijk niet altijd. Is, hè? Jawel, de meesten weten het wel. Hè. Dat is ratio, hè. Dat is verstand hebben. Dan weet je, dit mag ik niet doen. Ik moet de afstand houden, ook van mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ik zou de eerste zijn om het te doen. Hè. Maar langs de andere kant, ze allemaal missen. Dat gemis van hun kinderen en kleinkinderen. Ja, als men spreekt van eenzaamheid. Ik vroeg aan de mensen, we hadden een gespreksgroep ingericht. Ja, want je bent nu wel actief binnen het woonzorgcentrum om een beetje toch de noden te leren. Ja, dus ik had ook een gespreksgroep in het leven geroepen bij een tiental mensen. En we hadden als thema gekozen eenzaamheid. En ik deed dus de rondvraag, hè, wat betekent eenzaamheid voor u? Het was bij iedereen hetzelfde. Het gemissen aan kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, dat mis ik. Dat ik die niet kan vasthouden, en daarvoor wil je dat ik die niet graag... kan knuffelen. Ja. Dat. En daar wil je dan eigenlijk liever dan een risico voor lopen? En zeg je, dat is mij dat wel waard? Nee, er wordt niet over risico gesproken in feite. De meesten zijn zich niet bewust van die risico's die ze lopen. En de meesten niet. En misschien is het wel goed dat men daar van buitenaf op let bij de meeste mensen. Mensen die al begin hebben van dementie en zo, ja, daar moet je wel op waken. Maar aan de andere kant, dat met mij ook de politieagent nevens mijn deur moet zitten, dat is natuurlijk overdreven. Hè? Ja. Ja, begrijp je? En nochtans, de deur is voor mij ook dicht. Ik kan niet meer naar buiten. Ja. Nu, Roger, we gaan er eens nog iemand bij roepen aan de andere kant van de tafel. Dat is muzikante Ellen Schoenaert. Jij kent haar, want je zei al dat heel de wereld je wou contacteren via Facebook. Dag Ellen, welkom. Zij heeft jou eens opgebeld en jullie zijn in contact gekomen met elkaar. En Ellen, ondanks het leeftijdsverschil, het klikte blijkbaar. Je herkende zijn boodschap een beetje. Ja, enorm. Ja, dus ik had de afspraak gezien. Dat is jullie eerste ontmoeting trouwens. Hè? Ja, de eerste echte ontmoeting. We hebben geschreven. Roger heeft mij gedichten gestuurd nadat we hebben gebeld. Want... Oh. Ja, ik heb over hem een column willen schrijven, omdat ik dat zo prachtig vond, zijn in de afspraak. En ook herkenbaar in die zin, ik schrijf sowieso, ik probeer mij een beetje te mengen in het debat, in de zin dat ik daar toch, ik mis wel menselijkheid. En met als gevolg dat er dus ook veel mensen mij schrijven, ook oudere mensen zelf, hè, die ook noodkreten, echt noodkreten, ook maar van jongeren. En ik trek mij daar enorm, enorm aan. Echt, ik ben daar totaal gebroken van, om eerlijk te zijn, van de verhalen die ik hoor. Hè. Dus het gebrek aan... En toen zag ik Roger en ik vond dat zo prachtig, de manier waarop dat hij dat ook uitdrukte. Ja, absoluut. En ik heb toen heel dat interview overgeschreven. En dan wou ik dus een column schrijven over Roger. Zoeken in die bestanden. En ik vond het dus niet meer terug, heel het interview dat ik nogthans dus had overgetypt. En toevallig ik ken zijn kleindochter... En heb gevraagd aan de kleindochter, zouden mij willen in contact brengen met uw grootvader, want ik vond dat zo'n prachtige mens. En wat vond jij ervan? Ja, toen Ellen aan de telefoon ging, of hoe ging dat? Dan stuur jij gedichtjes. Ja, ik kreeg dan een mailtje van Ellen, waarin dat ze ook uiting bracht van de eenzaamheid bij haar. En ik weet dat jongere mensen ook eenzaam zijn. Je kunt eenzaam zijn in een massa mensen en daar middenin staan en je eenzaam voelen. Het is een algemeen... Ik zou zeggen, menselijk begrip en ondervinding. En iedereen zal het wel in zijn leven ooit eens ondervonden hebben. Ook bij het afscheid dat je moet nemen van iemand die je graag ziet, dan voelt je je alleen. Ook al staan er veel sympathisanten bij, dat helpt niet. Je staat alleen. Het gevoel van iemand af te geven, dat is schrijnend, dat is enorm. Ik heb nu de schoonvader moeten afgeven van mijn dochter, van Leen.
Wel, die mens is op 2 dagen, 3 dagen weg. Ja. Dat geeft een gemis in hun leven. Ja, er is eigenlijk wel een verband tussen hoe ouderen corona hebben ervaren en hoe jongeren corona hebben ervaren. Want een van de zaken die zijn opgevallen is dat jongeren ook zo mentaal moeilijk hebben gekregen met al die coronamaatregelen. Ah, wel ja, ik vind dat zelf. Ik vind dat eigenlijk echt... maar ik heb denk ik ook een groot verbeeldingsvermogen. Dus ik leef mij daar en ik beeld mij dat dan in. Hè. En ik zie die studenten in mijn hoofd voor die computer zitten. Nu, ik ken ook studenten en ik voel echt... Dat gaat mentaal heel, heel slecht. En ik begrijp wel iets van wat dat is, dat mentaal niet goed gaat. En ik denk dat dat toch een beetje onderschat wordt. Want dat is, ik weet niet of we dat de jeugd in die mate kunnen aandoen. En ik denk ook van ja, ik denk dat er een soort debat moet komen. Want volgens mij moeten er ook wel dingen mogelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld, waarom doen we niet dingen buiten, en masse, voor die jeugd? Ik heb zelf een zoon van 14. Die heeft nog maar 5 dagen om de 2 weken school. Die moet zelf alles structureren. Die kan... Het enige dat je kan doen is naar buiten gaan op straat. Daar komt je vrienden tegen, maar daar worden ze gecontroleerd door de politie. Dus die worden ook een beetje... Het heeft iets voor mij heel surreëel voor die kinderen, die jeugd. Je schreef daarover een mooie zin in die column, vond ik. Soms ben ik bang, zeg ik, dat we in het vermijden van de dood het leven zelf aantasten. Is dat het gevoel dat we niet meer kunnen leven nu? Omdat we inderdaad iedereen willen beschermen tegen... Het virus? Ik heb een enorme angst, niet alleen van dus dat we nu het leven zelf en dat we enorme dus ravages... Ik ken ook mensen die zelfmoord plegen, die in depressies gaan. Allee, bedoel, het is niet min, hè. Het is echt niet min wat er aan het gebeuren is, ook bij de jeugd. En dan niet alleen, ook op lange termijn. We zijn een ongelijkheid aan het creëren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die kleine, hè, zo de reportage van die kleine Dylan. En ik denk dan direct, ja, maar jongens, dus die kleine Dylans, die zijn we nu aan het vermeerderen. En dat is allemaal... Een aanslag op het leven. En het leven is, denk ik, zeer belangrijk. Ja. Allee, ik denk dat we dat echt moeten koesteren. En liefde en menselijkheid. En... Is dat ook jouw gevoel, Roger, dat we in het vermijden van de dood het leven zelf nu aan het aantasten zijn? Om Ellen's woorden te gebruiken. Wel, het doet mij denken aan de oorlog. Ik heb de oorlog meegemaakt. De restricties die toen golden van vergaderen, van spreken, openbaarheid van spreken... Nacht, van uw gedachten te uiten. Ja. Dat werden allemaal beperkingen opgelegd. Het werd gecensureerd tot in het oneindige. Wat je mocht doen en wat je moest laten. Het enige wat nu nog mankeert, en een beetje de parodie, dat zijn ratsoenzegeltjes, dacht ik. Als we die er nog bij krijgen, dan leven we echt in een politiestaat. Maar vind je dat we daar naartoe aan het gaan zijn, naar een politiestaat? Wel, je weet, de menselijke vrijheden zijn eens opgesomd geweest. Hè? Dus vrijheid van spreken, vrijheid van vergaderen, vrijheid van eredienst. Al die vrijheden, die zijn weg. Hè? Maar die zijn er om ons te beschermen. Te beschermen, ja. Dat heeft de premier ook nog zo net gezegd. Zeer moeilijk, maar we moeten iets doen. Maar misschien moeten we ook eens aan de ouderen zelf vragen wat zij daar nu van... Want ik denk, misschien moeten we eens en massa ook vragen aan de ouderen zelf van... Ja, hoe staan jullie hier nu in? Kijk naar Roger. Jawel, we vragen het aan Roger. Ja, ik vind... Allee, natuurlijk, mensen die dementie hebben, die moeten bewaakt worden. Die moeten geholpen worden. Daar moeten met sympathie en aanvoelen bijstaan en helpen. Mijn vrouw is ook op die weg. Ik ga er geen pijn doen met te zeggen... Wat bazelt je nu? Ik laat ze rustig doen. Maar... om haar vrijheid te gaan geven, nee, dat gaat te ver. Maar iemand die nog over al zijn hoedanigheden beschikt, die afnemen, dat vind ik... Allee, dat de deuren toedoen, dat is overdreven. De deuren van de jonge mensen zijn ook niet dicht. Ze kunnen ook nog naar buiten gaan. Nee, met een mondmasker, akkoord. Ik draag ook een mondmasker tegen mijn zin. Ik geef dat rustig toe. En ook, erbij komt ook nog... dat ik moeite heb om mensen te herkennen. In het rusthuis, mijn medebewoners en de verzorgers en verplegers en ook het bediende personeel. Ik ken ze allemaal bij naam. Maar nu begin ik al te vragen, hoe is het? Vanmorgen nog had ik iemand... Ah ja, ik heet Christel. Allee, Christel, een goeie dag gewenst. Maar ziet je, er wordt een afstand gecreëerd tussen de mensen onderling... die er in feite niet zou mogen zijn. Maar in de reportage ook in Ter Zake zeiden een aantal oudere mensen ook van ja, we doen dit eigenlijk om langer te blijven leven,
maar ja, op deze manier leven, daar is echt niets aan, want ik zit hier hele dagen alleen. Zijn er ook mensen bij jou in het rusthuis, Roger, die zeggen, ja, ik ga liever buiten, met misschien dan een risico, dan dat ik hier misschien nog tot de zomer of langer met achtergesloten deuren moet zitten? Ik heb dat ondervonden en ik probeer daar ook iets tegen te doen. Want dat was al voor dat we in die coronacrisis terechtkwamen, kwamen de mensen onopgemerkt in het wooncentrum. En ze verdwenen ook anoniem, zonder dat er veel aandacht aan geschonken werd. Ik heb me daartegen verzet. Ik heb dat tegen de directie gezegd. Als er iemand komt, dan moeten vanuit de bewoners ook een woord kunnen gezegd worden, een welkom. We zijn blij dat je hier tussen ons komt wonen. En als er iets is, we staan bereid om u te helpen. Dat is een woord van menselijkheid die daar ontbrak. Ik heb daarop gehamerd en zeggen, ah ja, inderdaad, Rosé, dat zou een goed ding zijn. En die A zegt, moet ook B zeggen, jij gaat dat doen. Voilà. Mag ik nou eens iets anders vragen? Ga jij je laten vaccineren? Wel, ik heb antistoffen. Ik weet niet of dat ja, er aangewezen is. Je hebt het gehad, of is te vaccineren als je antistoffen hebt. Ik weet het niet. Als het nodig is, zal ik dat doen. Mm-hmm. Ik heb ooit al de injecties gekregen voor naar Congo te gaan, naar Afrika te gaan. En op het laatste ogenblik moest ik niet gaan. Dan hebben ze dan maar gezegd, blijf toch maar hier. Maar inderdaad, jullie komen supergoed overeen. Het is wel inderdaad het beeld geweest soms van het zijn de jongeren die de ouderen besmetten of de jongeren die zeggen wij moeten binnenblijven omwille van die ouderen. Is het te veel tegen elkaar opgezet? Ik vind wat ik zelf heel problematisch vind. Ik denk, kijk, we zitten al met een pandemie. Lijkt me erg genoeg. Wat daar volgens mij echt niet bij moet, is polarisatie. En ik denk wel dat daar in de... En dat is een toon. Hè. En ik denk, jongens, gaat op communicatiecursus of zo. Dan denk je, hè, maar elkaar heel een tijd dus vanuit bovenaf beschuldigen, is heel nefast. Want natuurlijk, mensen nemen dat over. Hè, van, ja, hup, het staat in de krant of de virologen hebben gezegd dat het de schuld is van X. Het is altijd de schuld van iemand anders ook. Maar bon, alleszins, het installeren van schuld, tout court, op het moment dat het zo zwaar is, een pandemie, wat we allemaal moeten dragen, waar ook momenteel geen debat rond is van hoe gaan we die dragen. Want volgens mij kunnen we echt nog wel het menselijker maken. Lijkt mij echt ruimte voor. En dan, ja, dus, en dan die beschuldiging volgens mij, die polarisatie. Hè, dat geeft polarisatie, dat merkte enorm. En ik vind dat persoonlijk zeer gevaarlijk. En ik zou daar eigenlijk heel graag heel snel verandering in zien, hoe dan ook. En ik denk dat we met z'n allen echt moeten ons realiseren, jongens... Even een beetje empathie, inlevingsvermogen, verbeelding. Wat maakt de ander mee? Hè? Het lijkt mij Nog één vraagje, Roger, want we moeten eruit. Hoe ziet Kerstmis eruit voor jou en je vrouw? Ja, men heeft daar een parodie op gevoerd om de mensen te doen lachen. Ik heb daar niks tegen. Maar voor mij is Kerstmis wel ook een gevoelige snaar. In die zin, het is een familiefeest. Het gaat naar innigheid toe, een geboorte van een kind. En ja, men kan ermee lachen natuurlijk, men kan het in belachelijke trekken. Maar het is ook een ernstige zaak. En juist dat missen we, dat contact met de heel jonge mensen, met onze kinderen en kleinkinderen, dat we die, ja, we zien ze groot worden op afstand. Ja, en hopelijk dat is toch... zo'n kostbare tijd, juist ja. Dat klein groei, je ziet groeien ja, van niks meer na. Tot een jong mens. Ja. Maar we wensen jou toch een heel mooi kerstfeest toe. Ja, en hopelijk van de zomer ja, allemaal dat samen ook aan al mijn medebewoners in het rusthuis. Okay. Zalig kerstfeest. Oké, Roger en Ellen, hartelijk dank. En ja, met deze warme ontmoeting, zeg maar, hè, want het is de eerste keer dat ze elkaar zagen, ronden wij 2020 graag. Intussen hebben onze eerste gasten al lang het pand verlaten en Ferre Windij bracht ze spreekwoordelijk naar de exit. Ja, en dat rest ons nu ook nog te doen. 10 januari zijn we er weer. Al dan niet in die derde golf, u hebt het gehoord. Maar hoe dan ook, hou u gezond en veilig de komende weken. En kies goede wensen uit. Dank u wel. Absoluut. Dag. Dag. Dank u wel. Imelda, mag ik u naar de exit begeleiden? U mag mij naar de exit. Kom maar mee. Dag Erik, u heeft uw vraag aan de premier kunnen stellen dat u deugt? Ja. Maar gedeeltelijk maar. Hoezo? Ten slotte ben ik niet tevreden over de antwoorden. Ik denk dat onze premier wel begrijpt dat we een beetje boos zijn. Zeg, en Erik, wat mag ik jou wensen voor 2021? Dat er naar ons wordt geluisterd. Ja.
Voilà. Een gezond leven zal goed zijn, zeker. Dat zal al veel waard zijn, hè, waard in deze tijden. Ja. Zeg, Imelda, bedankt. De uitgang is daar. Tot de volgende, hè. Ja, de volgende dag.